We gaan weer los. Want wat gaan we doen? We gaan het EK spelen. We gaan een EK 2020 spelen. We doen het elke dinsdag tot 10 uur. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Alleen maar bij deze keer. En wij gaan dus het EK 2020 spelen. Daar eindigden wij in de zomer. Het is een toernooi. En ik ben voor het eerst, nadat we het al zo vaak hadden gehoopt, in supervorm. En dat betekent dat elke wedstrijd dat ik goed speelde, gaan de statistieken van mij, die gaan out of the roof. Die gaan ineens zo, bam, ineens superhoog. En ik hoop inderdaad dat dat ook gaat gebeuren. Want bij het Nederlands elftal speelden we de vorige keer echt niet goed. Maar gewoon niet goed. Ik ben een beetje bang eigenlijk. Ik ben echt een beetje bang om te zien wat er verder gaat gebeuren. Maar ik hoop in ieder geval dat wij toch goede statistieken omhoog gaan. En dat moet toch wel kunnen. Dat moet toch wel kunnen lukken. Ja man, dat moet wel lukken. Alright, ik moet nog even het botje aanzetten. Ja, hoi botje, daar ben jij. Hallo, daar is hij alweer. Goed zo. Goedenavond Pikki Dioke, goedenavond JDB, NL Abnormal. Goedenavond Timo, gaat lekker man, ik hoop met jou ook. Dikke zeugen, zelf FIFA spelen, maar fit is triest, geweldig. Nou, dat is toch ook leuk? Dat is toch ook leuk? Kan allemaal. Het is ook niet dat je het niet mag kijken omdat je FIFA speler bent of zo. De wereld is soms een beetje raar. Van sommige mensen zouden we waarschijnlijk niet eens mogen. Kun je nagaan. Zo erg is het. Oh man. Ik zeg de bot is live en meteen boss doen. Tuurlijk, meteen boss doen. Weten we nog wat onze pool was? Hey Remco B, leuk dat je kijkt man. Weten we nog wat onze pool was? Onze pool, dat zien we daar rechts eigenlijk al. Maar ik wil even de volledige informatie weer bij ons hebben. België, Denemarken, Zweden. My god. Oh shit. België, Denemarken en Zweden. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat moeilijker gaat worden. Ik wil wel meteen eerst even mijn gameplan zien. En dan zien we inderdaad dat wij in superform zijn. De Pai en El Ghazi staan op dit moment daar. Ronald Koeman is de manager. De Vrij en Van Dijk van Aanholt Karstorp. Oké. Interessant. Ladies and gentlemen, we gaan naar de game. Eetbal, gaat Sander winnen? Without a doubt. Oh, Maxime lachen. Je hoort het. Ik ga winnen. Zonder twijfel gaan wij winnen. Het Nederlands elftal. Wat is er gebeurd? Waar is mijn kabel? Daar is mijn kabel. Oh my god. Oké. Wij zijn maar een 72 overal, hè. En we zijn ook echt heel laag met fysiek. Onze balans en fysiek, dat staat hier nu net achter. Hier staat hij. Balans en fysiek. Maar staat hier net achter. Dat is 63 balans en 68 fysiek. Dat is echt. Je valt in één keer om. Dus het moeten geen sterke Zweedse verdedigers zijn. We hebben dus Memphis, Nienkemper, El Ghazi. Stroopman, Van Ginkel. Daarna Hendricks. Dan Van Aanholt, Virgil, Steven de Vrij, Karsdorp. En dan Jasper Cillis op goal. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké. We gaan los. Let's go. EK 2020. Ik doe mee aan de eindtoernooi. Oh, nee. Oh, deze voel ik nu al, man. Deze voel ik nu al. Ik ben echt een beetje bang. Ik ben legit een beetje bang. Dat moet wel goed komen, toch? Euro 2020, we hebben er nog geen scoreboards voor of layouts. Volgens mij weet men ook nog niet eens wat scoreboards of layouts worden van het EK 2020. Dankjewel voor het liken, Rowan. En voor het retweeten, Rowan altijd, hè, altijd. Wat een held is Rowan. Waarom voel ik zoveel spanning? Is dat omdat mijn gameface 1-op-1 is met mijn real face? Freaking Goudet die staat daar. Ik voel zoveel spanning. Ik moet presteren, jongens. Het is wel echt een eindtoernooi. I mean...
Ik voel het echt enorm. My god. Staat mijn Elgato nog goed trouwens? Even kijken hoor. Ja, die staat nog goed. Oké. Oh, sorry voor de refresh. Komt die. Daar ben ik! Oh my god, daar ben ik! Hoe lang ben je bezig? We gaan nu beginnen met onze allereerste wedstrijd. Yo, Spinning, hoe gaat het ermee? Virgil van Dijk, wat een held, hè, tegen Duitsland. Hendricks van PSV Eindhoven. Ja, Memphis naast mij, my god. En daar sta ik ook. Ja, daar sta ik hoor. Met mijn gameface. God damn it. De nummer 18, Nien Kemper, mag beginnen in supervorm. Memphis Depay, El Ghazi, Strootman, Van Ginkel, Hendricks. Weer Kevin Strootman, hè. Waarom altijd Kevin Strootman? Je weet het, dan gaat het fout. Kevin Strootman op het veld en het gaat fout. Sunfist Gudetti. Een 5 euro donatie van Pinky de Joker. Hey Pinky, hoe gaat het ermee, man? Hoe gaat het ermee? Hij zegt om in de moed te komen. En er is een 100 bit cheer van Snowdude. Die zegt... Ja! Eindelijk weer eens kampioen dankzij die cap! Wil je nog meer druk op mij zetten, Snowdude? Serieus? Om in de moed te komen zeker. Maar come on. We zijn begonnen. De wedstrijd tegen Zweden is van start. Wat gaat dit lekker? Nienkamp krijgt de bal. Kan hij erbij? Daar kan hij bij. Daar kan hij bij. Nienkamp met een hoogballetje ertussendoor. Niemand komt erbij. Memphis Depay komt net iets te laat. Thanks for the support, guys. Pool met Denemarken, Germany en Zweden. Yes, yes, yes. Zo, dat zei ik op zijn Nederlands. Hoogballetje eroverheen, Hiro. De bal. Aanname. De aanname. God damn it. Serieus. Maar ik ben ook nog niet zo goed, jongens. Ik ben, zeg maar... Nou, als je me zou vergelijken met een speler... Met wie zou je me dan vergelijken? Snowdude, die vergelijkt me al met Dennis Bergkamp. Dat zegt hij bij zijn cheer. Met Messi. Serieus? Nee, maar... Hij is 72 gereden. Hij is redelijk snel, maar het is allemaal net niet, weet je. Het is net geen topspeler nog. Op dit moment zou ik me vergelijken met... Ja, noem eens iets wat net niet bij het Nederlands elftal zit in real life. Zo! Dat is een overtreding. Dennis met Kip. Ja, je bent goed. Nou, niet Messi goed. Ik doe het wel goed in Denemarken. En dankzij ons goede spel in Denemarken mogen we nu hier op het EK spelen. Dat is een mooie plek voor Memphis Depay. Waarschijnlijk, ja, ik ga hem niet nemen deze, want we hebben betere. Memphis Depay gaat op schieten. Nee, hij wil hem naar Nien Kemper doen. Memphis Depay is niet egoïstisch. Hier is Guidetti. Maar hij gaat weer terug. Oké. Memphis kopt hem. Nien Kemper komt erbij. Nien Kemper paast hem naar Depay. Memphis op de flank. Memphis kapt uit. Hier is Van Aanholt. Die gaat naar Strootman. Strootman met de voorzet gaat fout. Maar Virgil van Dijk heeft hem weer. Dus we blijven in de aanval. Hier is Van Aanholt. Probeert hem naar Memphis te krijgen. Maar dat lukt niet. Dan wordt er goed weggedraaid hier. En mogelijk een snelle counter. Hij kan er overheen naar Guidetti. Hier is Hendricks die erbij komt. Van Aanholt. Van Ginkel. Naar Jasper Cillessen. Even rust. El Ghazi. Wint het kopduel niet. Maar Hendricks zit erbij. En Hendricks heeft hem. Balletje naar Nien Kemper. Nien Kemper met de voorzet naar de paai. Goal! Goal van Nederland! Ik vind je een Joshua King. Op zich wel, ja. Jay King. Art van Pep is een goede vergelijking. Thanks, hè. Het is Memphis met het doelpunt. Nien Kemper staat er ook bij. Want die gaf de assist. We hebben El Ghazi. El Ghazi met een balletje naar Nien Kemper. Die je precies naar de tweede paal krijgt. En Memphis Depay scoort met het hoofd.
Goal, 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 goal. Goed gezien van Nien Kemper. Wat een inzicht. Net even die vrije man. En Memphis Depay, die heeft alle tijd geen man om zich heen. Dus daar heeft hij ook geen klachten mee. En hij kopt hem erin. Memphis Depay maakt het eerste doelpunt voor het Nederlands elftal op het EK 2020. Maar Guidetti, Guidetti. Jasper Cillessen met een redding. Jasper Cillessen met een enorme redding. Enorm belangrijk. El Ghazi probeert hem naar Nien Kemper te krijgen. Maar dat is een beetje een foutje hier. Maar Virgil van Dijk die lost het allemaal op. Ik hoop dat die een featured player wordt in mijn club deze week. Hier is Memphis. Mooi 1-2'tje met Stroopman. Memphis. Memphis. Kapt weer uit. Balletje naar Van Aanholt. Die hem laag wilt voorzetten. Maar dat gaat net niet goed. Gray kan ook. Ja, 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 precies. Zo'n type speler dat op dit moment vind ik ook, ja. Dat is een hele goeie. Een kopballetje hier. Maar hij gaat er bijna in. El Ghazi. Wat een kans van El Ghazi. Wat gebeurt daar? Intel Technologie. Het is tijd voor Intel Technologie. Hier is de Fuerza. En dan gaan we even kijken wat hier gebeurt. De bal die komt bij de tweede paal. Maar daar is Augustinsson. Dan uiteindelijk zit El Ghazi ertussen. Gaat hij tegen de handen en knieën van de keeper. El Ghazi wil hem daarna nog erin schieten. Maar het gaat net fout. Uiteindelijk raast daar die van Zweden. Ik ben even zijn naam kwijt. Die hele goede LMF. Die raast eroverheen. En dan gaat hij er net niet in. Bijna de 2-0 daar. Zweden kan nog terugkomen. En dat komt hij terug weer. Daar komt hij dan. Nee, hij mist. Het is Guidetti weer. Al de tweede keer dat Guidetti er goed uitkomt. Sterke man. Weet precies Virgil van Dijk te omzeilen. Alleen hij schiet hem met de verkeerde been. En compleet mis. Dat was wel even een ballenbak inderdaad. Intel Technologie, wat een uitvinding. Ja, hè. El Ghazi kopt hem. Nien Kemper met de acceleratie. Dat kan hij wel op zich dribbelen. Ho! Acceleratie van Nien Kemper. Voorzetje. Memphis. Van Ginkel. Met een balletje meteen naar Nien Kemper. Zonder dat ik erom vroeg. Dus dat deed hij helemaal uit zichzelf. Dat deed Nien Kemper lekker weer uit zichzelf. Meteen een balletje naar Nien Kemper. Legt hem goed naar El Ghazi. Hoog voorzetje. Memphis komt er net niet bij. Hier is Karsdorp. Kopt hem door. Hoog balletje. Hakje bijna. Lukt niet. Aanname Guidetti. Engelsson. Andersson. Andersson. Wordt getackled door Nien Kemper. En is zelfs voor het Nederlands elftal. Nien Kemper zit goed in de wedstrijd. Van Aanholt. Nien Kemper met een balletje. Oh! Kevin Stroopman. Eventjes uitspelen die. Dan komt daar een voorzet. Ja, dan is Stroopman op een gegeven moment aan de bal. En dan gaat het helemaal fout. Een balletje naar Nien Kemper. Hier kan mogelijk een 1-2'tje komen. En dat probeert hij ook, El Ghazi. Maar het komt niet aan bij Nien Kemper. Ze beginnen elkaar steeds beter te vinden. Dit is wel een heel mooi balletje naar Klaasson. Klaasson. Virgil van Dijk is geen overtreding. Het is allemaal wat hard, maar het is geen overtreding. En dit is weer een slecht balletje. Nederland is vooral heel slordig. Virgil van Dijk weet hem weg te krijgen. Als we Virgil niet onze verdediging hadden, echt waar. Wordt dit een gelijkspel? Ja, that is the question op dit moment. Ik hoop het niet. Zweden heeft ons al wel eens eerder genakt. Nien Kemper. Nien Kemper. Nien Kemper! Oh, wat een redding! Ik ben in supervorm natuurlijk, dus ik speel ook veel beter. Omdat, ja, je bent gewoon pijltje omhoog. Dus nu moet ik presteren. Het schot is lekker hoor, maar een goede redding. Memphis Depay. Doet hem kort. Gaat heel hard. Kopbal is lekker. Maar de keeper zit daar makkelijk bij. Het is 1-0 Nederland tegen Zweden na een goal van Memphis.
Zweden kwam een paar keer er heel goed uit, maar wist niet te scoren. Dus hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat zien we in de tweede helft. Ze hebben heel weinig balbezit, 38%. Dat wel. Oh man. Exciting times hier voor het Nederlands elftal, maar ook voor Nien Kemper. Ik kan mezelf nu zo laten zien, hè. Ik kan mezelf echt zo goed laten zien bij dit soort wedstrijden. Als ik het hier nou echt goed doe, in dit toernooi. Wat gaat hier gebeuren? We hebben op dit moment hebben we Sundqvist. Komt uiteindelijk nog bij Zweden aan. Goed hakkie. Meteen wordt hij doorgestuurd. Sundqvist met een voorzet. Virgil van Dijk. Once again. Nien Kemper die even door probeert te haken. Lukt niet helemaal lekker. Hier kan Stroopman mogelijk bijkomen. Komt hij niet. Bijna een 1-2'tje. Maar ze blijven nu goed doorspelen. Zweden is op zoek naar die 1-1. Hoogballetje is goed. Kopbal komt niet lekker aan. Wordt ook weer niet lekker weggehaald. Maar hier wel. Heerlijk gedaan van Karsdorp. Maar wat is dit? Geen idee wat dat was. En een kopbal. Net boven. Het is weer onze grote vriend. Zou Zweden ook sweaty goals maken? Sowieso. De naam lijkt op een Pokémon. El Ghazi, daar gaat hij altijd naartoe. Dat is waarschijnlijk de langste speler. Maar hij kopt echt voor geen meter. Kijk hoe raar die hem kopt. Daar is het 1-2'tje weer. Maar weer Virgil van Dijk. Het is altijd Virgil van Dijk. Die verdient wel een heel hoog cijfer voor mij. Komt die bal bij Memphis Depay net niet. Maar Nien Kemper kan hem wel weer pakken. Nien Kemper met de voorzet. Dat is een hele slechte voorzet. Maar ik ben ook geen winger. Ik ben een spits. Ik weet niet wat El Ghazi doet. Maar die zat even te chillen in het goal. Stroopman. Nien Kemper. Memphis Depay moet hem nu geven. Doet hij. Nien Kemper is daar. Nien Kemper! Yes! Yes! Yes, 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 yes! Come on! Oh, ik hoopte er zo erg op deze wedstrijd. Ja, El Ghazi heeft ook in PES een heel nonchalante traptechniek. Het 1-2'tje met Memphis. Kreeg hem hier terug. Even jostelen met R1. Goed eruit te zoeken. En hem in de verre hoek probeert te plaatsen. En het lukt. Yes! I love it. I love it. You guys are kicking some ass right now. Sam Wortman, dankjewel voor de support. €3,01 donatie. Thanks for the support, man. You are my hero. Heb weer zin in je stream. Zegt hij ook nog. Onze top donator, toch? Ja, onze top donator. En Ferrum Small. Leuk dat je kijkt. Dankjewel voor het volgen. Oeh. Je bent nu Jay King, straks Timo Werner. Ja, wie weet. Donator. 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 Oké, okay, come on. Er is nu een soort druk van mijn schouders af. Like, legit. Ja, dat is niet zo chill. Nien Kemper chased. Zweden, 2 goals achter. Dit moet goed komen, toch? Dit moet toch goed komen. Andersson. Ingelsson. Oké, goed van Arnold. Hij is lekker snel. Is wel chill om Van Arnold daar te hebben. Laten we het netjes houden. Hij wordt de nieuwe Ruud van Nistelrooy. Maar die kon alleen maar in de 16 goals scoren. En ik heb al dikke longshots gedaan. Dus dat is niet echt het juiste type.
ben wel een meevoetballende voetballerspits. En Ruud van Nistelrooy was wat meer de echte afmaker. Maar we zullen zien waar we gaan werken. Hey, ik heb mijn trainingsschema's van mijn coaches. En van mijn trainers. Dat is hetzelfde. En soms dan werken we weer aan andere dingen dan andere dingen. En hier is Memphis Depay. Die kap weer uit. Oeh. Oh. Dat scheelt niet veel daar. Asoro. Klaasson. Asoro. Tibbling. Ja, ik moet zeggen, Denemarken was gewoon de allerbeste keuze die we hadden kunnen maken. Dus I'm so sorry over jullie België en zo. Want we kregen natuurlijk ook voor België, een van de topploegen, kregen we het deal. Maar Denemarken has been so good to us dat we al nu in supervorm zijn geraakt. Dat ook. Want ja, als je niet zo'n mega seizoen hebt met mega veel goals, raak je ook niet in supervorm. En we maken nu ook meteen goals bij het Nederlands elftal op een EK. Like, what the hell, een eindtoernooi. Dat is amazing. De juiste keuzes zijn gemaakt op dit moment in de carrière. Het is een beetje een slechte bal naar Memphis en de keeper komt dan ook uit. Nienkamp is gewoon Nienkamp en niet te vergelijken gewoon. Ja, precies. Precies, Marlon. You snapped it. Zweden dan, met de aanval. Guidetti. Hij weet hem weer te knallen, maar er zit dan weer een Virgil van Dijk tussen. Virgil van Dijk, wat ben jij voor held hier, joh. Wat een held. Berghuis komt er nog even in voor El Ghazi. Stefan de Vrij komt hem weg. Nienkamp komt terug. Hier is Forsberg, dat was zijn naam. Hier is Durmaz met het schot. Durmaz met nog een schot. Maar hij wordt weer geblokkeerd. Zo, joh, zie hem balen die daarachter. Yo, Verom Smal, die zegt, what's up, bro? Nou, what's up? We staan 2-0 voor. En dankjewel voor het volgen, man. Gezellig dat je kijkt. Gisteren was hij ook in held, ja, daarom. Weer Virgil van Dijk die hem wegkopt. De 1 minuten zijn al voorbij. De 1 minuten, dat is een minuut, ja. En dan wordt hij weggehaald. En dan hebben we gewonnen. 2-0. Memphis en Nienkamper. Ja. De 3 punten zijn binnen op het EK 2020. Nienkamper zegt goed gespeeld. Een aantal spelen ook in Denemarken die bij Zweden hier spelen. En ik ben helemaal aan het dansen met Stefan de Vrij. Why? Waarom? Slow dude, heb je een doelpunt gemist? Oh, ik heb een goal gemaakt. I made a goal. En ik ben ook gewoon de man of the match. Met een 7,5. We blijven maar 7,5 scoren. En dat is alleen maar goed. Want we zijn in supervorm. En als je 7,5 scoort terwijl je in supervorm bent, dan kan je heel lang in supervorm belanden als je dat blijft. Echt heel lang. But we shall see. We hebben 5 doelpunten in 11 wedstrijden voor het Nederlands elftal. En gaan de statistieken omhoog. Nienkamper is improving dramatically at the moment. Mijn placekicking naar 74. Vrije trappen worden dus steeds beter. Mijn draaibal gaat ook naar 74. Mijn koppen gaat naar 61. Hey, ik kan een beetje koppen. Oh. Oh god. Hey Slot, hoe gaat het mee, man? Leuk dat je kijkt weer. You are in the starting lineup today. You've really improved dramatically as a result of your recent appearances. I'm going to keep picking you. Don't let me down, zegt Ronald Koeman. Ronald Koeman is zo blij met mij. Ah nee, de assistent coach zegt dat. Sorry, dat is niet Ronald Koeman. Dat zegt de assistent. Early strike was enough for the win. Ja, dat is zeker waar. We moeten tegen België. Is er leven op Pluto? België. Maar we gaan dus een betting doen, jongens en meisjes. We gaan een betting doen. Ik zeg jullie, durven jullie? Ja of nee?
Holy shit, ja, dat ging wel heel traag, die animatie. Durven jullie een bet te doen? Ja of nee? Wie gaat, of gaat Nederland, gaat Oranje winnen? Gaat Oranje winnen? De payout is 60%. We hebben een ja. We hebben een nee. We hebben een gelijk. Oh, ja, ja, nee. Dat is de vraag niet. Gaat Oranje winnen? Gaat Oranje winnen? Gelijk. Wie gaat er winnen? Oké. Wie gaat er winnen is de vraag. We gebruiken een timer van 1 minuut. Jullie kunnen op dit moment betten tussen de 1 en de 100 punten. Je krijgt 60% boven je puntenaantal die je bet, krijg je weer terug. En als je het verkeerde raadt, ja, dan ben je bet kwijt. Maar dat is betting. Dat is wat betting inhoudt. Hoe? Gaan we naar bed? Ja, dat kan ook. We kunnen ook naar bed. Ja, sure. Maar dan is de stream afgelopen. Want dan ga ik slapen. Oh, we hebben Dumfries op dit moment. Nice. Wie gaat er winnen? Ja, nee. Ja, oké. Okay. Oké. You got me. We hebben Berghuis, Nienkemper, Memphis. Stroopman en Wijnaldum daarachter. Dan hebben we Hendricks. Dan hebben we Brenet. Op LB. Nu hebben we De Ligt naast Van Dijk. Misschien vind ik dat wel beter. En we hebben Dumfries, nu 80 overal. Die hebben we op rechtsback. Dat vind ik ook wel fijn. Ik denk dat ik dit de beste defensie vind. Bij België hebben ze Lukaku, Mirayas, Limbombe, Carrasco, De Bruyne, Nainggolan, Hazard, De Naaier, Company en Vertongen. En dan hebben ze Celsius. Ik ken zijn naam nog wel, maar ik weet het even niet meer. Ze hebben geen Courtois op goal. Ze hebben Cels op goal. Cels nog wat. Er komt wat achter. 100%. En wij... Ja, dat is de vraag. Jullie hebben gestemd... 3 mensen zeggen dat het een gelijk spel wordt. 5 mensen die zeggen dat we gaan winnen. En 1 persoon die zegt dat België gaat winnen. Die heeft daarop gebed. Oké. Bakkeli, wat een smerig ventje. Don't let me down, Inkerpen. 100 puntjes op Oranje. Ja, ik doe mijn best, hè. Ik doe mijn best. Hey Robin, hier zijn we geweest, man. Ik ken het echt uit duizenden nu gewoon. Weet ik gewoon precies, daar waren we. Je kan letterlijk ook, ik heb met Ansel gekeken naar al die zalen. En je kan letterlijk de zaal zien waarin wij zaten. Oh, het is wel zelfs gewoon. Oké. Daar hebben we België. En daar hebben we mij. Het Schalke stadion, jazeker. De Ligt, Cillis en Van Dijk. Zo, De Ligt die kijkt echt heel zielig. Heb ik altijd gezien. Ik was naar de wc, zag ik een camera vliegen. Waarschijnlijk was dat Ansel. Ja, wat toch wel. Het is echt zo raar, want het is echt precies 1-op-1. Het is ook fotorealistisch, dus mijn herinneringen blijven gewoon letterlijk ook door dat ding in het midden, zeg maar, weet je. Ja, dat is precies. Als je naar buiten keek, zag je dat gewoon. Precies zoals dit. Er lag alleen geen veldje nog. Alright. Zelfs al die stalen beams, die zag je allemaal zo. Dat is het gewoon. Dat is gewoon precies nagemaakt. Alright. De wedstrijd is begonnen. De tweede wedstrijd. Oh my god. De Naaier, die naait meteen België. En hier is Berghuis. Ja. Steven Berghuis.
Nadat de naaier België echt volledig naait. Come on! Wat een snel doelpunt! Memphis Depay die krijgt hem gewoon van de naaier. Letterlijk de tweede balcontact van België. En uiteindelijk meteen een balletje via Nienkemper. Via... ja, wie was dat, die nummer 22? Is dat Dumfries of wie? Nee, dat is... Wijnaldum natuurlijk! Wijnaldum met zijn nieuwe gameface. Moet even wennen aan zijn nieuwe gameface. En dan hebben we hier Berghuis. Ja, maar ik vind het leuk om hem... de naaier te noemen. Want... dan kan je er grapjes over maken. Oh, 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 oh. Echt, is nog maar niks gespeeld en Nederland staat al voor. Is dat juist de goede voorbode van deze wedstrijd? Of kan dit juist alleen maar België gaan superchargen? Dat is de grote vraag. We hebben hier De Bruyne. Uiteindelijk is daar Lukaku, maar De Ligt weet hem weg te krijgen. Goed gedaan van De Ligt. Blijf binnen. Hier hebben we Limbombe. Balletje naar De Bruyne. Oh. Oké, okay, showstopper. Oké. Okay. Mooi doorgekopt. Berghuis wil hem aannemen. Lukt niet echt met Vincent Kompany. En terug naar Sillissen. Maar veel druk van België. Berghuis komt daar niet bij. En hier is Nainggolan. Maar daar is Stroopman. Oh shit. Ho, ho, ho. Oeh, het scheelt niet veel, maar ik had een kleine uitloop, waardoor mijn hele momentum in die bocht bleef, zeg maar, in mijn stop. Oh, wat mooi. Zo! Wat mooi doorgepaast door Dumfries, dit keer wel volgens mij, nummer 14, jazeker. Dat is zeker weten Dumfries. Die paast hem in één keer naar Nienkemper en Nienkemper in één keer met het schot. En ja, zelfs is maar een 77 overal keeper, je weet dat het daar fout kan gaan. De bal die gaat de box in. En Nienkemper! Kopbal. Te moeilijk. Limbombe. Bijna Dumfries hier. Dit is mooi, maar wie staat daar dan? Wie staat daar dan goed te dekken? Het is weer Virgil van Dijk. Maar die is ook best snel hoor. Balletje ging meteen naar Nienkemper. Memphis Depay is hier. Memphis met een balletje naar Nienkemper. Maar moet even gestopt worden. Meteen een schot van Nienkemper. Oké, ego, ego, ego. Oh, oh. Hoe kwam die bij mij? Huh? Hoe kwam die paas nog bij mij? Even kijken hoe ver dat was. Dat was... wow, dat viel op zich wel mee. Hij staat op superstar, Willempie. Dat is de hoogste normale difficulty. Oh, net geen paasje kunnen krijgen, want de naaier die loopt hier weer te naaien. Matthijs de Ligt kan ook goed mee pasen, dat weten we. Goed balletje hier, oh. Stroopman. Ja, dat gaat allemaal net niet vloeiend. Dat gaat allemaal... oh, dat gaat allemaal net niet vloeiend. Dat is niet hoe het hoort. Hier is Nienkemper. Ik had gewoon door moeten lopen. Ik had gewoon door moeten lopen, maar ik zag een goed geplaatst schot daar. Ik zag een perfect geplaatst schot in de verre hoek. Alleen, ik schiet hem ten eerste veel te hard. Hij gaat er echt net overheen. En ik had nog iets door kunnen lopen. Echt ietsjes. Niet te ver, want je kan jezelf makkelijk overschieten. Maar ik had nog iets door kunnen lopen. Dan was het een makkelijkere kans. Nienkemper had hem daar op slot kunnen gooien. Na een megafout van België. Is niet gelukt. En dan is hier Hazard. Miraias. Nainggolan. Lukt weer niet. Memphis Depay heeft hem. Memphis loopt. De naaier schopt eventjes Nienkemper onderuit. Die was niet helemaal clean. Maar het lukt hem wel. En Hazard die loopt zonder bal.
Of die loopt de bal over de achterlijn. Over de zijlijn. Wijnaldum met een hoog balletje. Strootman heeft hem. Ho! Rabonatje. En hier is Wijnaldum, maar weer de naaier. Weer die ene naaier. Mirayas draait. Is op zoek naar de vrije man. Nainggolan, Mirayas. Het is heel druk hier, ook. Nederland staat er echt vol op de pressure. En hier is dan een goede bal. Mirayas. Strootman probeert ertussen te komen. Het is een overtreding van Strootman, wat? Hey, Banaan, welkom back. Waarom is dit een overtreding van Kevin Strootman? Wat is hier gebeurd? Niet veel. Oh, hij blijft hangen. Hij blijft hangen met zijn voet. Waardoor hij bijna de spagaat doet. Nou, dat is toch zijn eigen schuld. Wordt weggehaald. Alsof het mega gevaarlijk is. Was het niet echt, voor mijn gevoel. Nienkemper, die komt niet echt voorbij aan mensen fysiek. Dat weten we. En hier is Limbombe. Woe! Spooky Gianni, leuk dat je er bent, man. Gezellig, dankjewel voor het volgen. Ja, echt, hè. Er was niks aan de hand. Is dit het eerste schot van België? Kijk ze allemaal bouncen daar, het Belgische publiek. Het is Matthijs de Ligt en Dumfries die zichzelf ervoor gooien. Daardoor is het een corner. En de corner is van De Bruyne. Goed voorzetje hier, ook. Bijna was daar Lukaku, maar het was de nummer 22 die hem weg wist te krijgen. En dat is Wijnaldum. Wijnaldum doet dat goed. En je weet het, met Wijnaldum en Strootman op het middenveld, dan heb je soms wel eens het helemaal verkeerd gaat. Hier is Nienkemper, probeert te koppen, lukt een soort van, met zijn 61 koppen nu. Hier is Berghuis, maar die komt er niet bij. De Naaier is er weer als eerste. Zo, Virgil van Dijk, die blijft sterk. Ho, dat was grappig. Hier hebben we Wijnaldum. Wijnaldum, hoog balletje, kopbal. Oh, wat een redding van Cels. In de verre hoek was daar die kopbal. Limbombe, kan hij hem behouden? Ja, slechte aanname. Hier, goed balletje, hoog balletje eroverheen. Strootman, Strootman. Oh, hij heeft geen balcontrole. Hij hoort dat ook niet te moeten doen natuurlijk, maar ja, het leek me heel leuk. België heeft niet al te veel in te brengen, maar Nederland had al een paar keer kunnen scoren. Ik ook. En het liefst scoor ik, want dan heb ik hoger cijfer. En dan raken we alleen maar beter qua stats. België is nog in leven, deze wedstrijd. Maar Nederland zelf al speelt lekker. En Strootman is slecht. Hey, thanks, Spooky Gianni. Leuk dat je er bent, man. Echt supercool. En nogmaals, Sam Wortman, Snow doet Pinky de Joker. Thanks voor alle support. Ook vandaag weer. I really appreciate you guys. En... Woehoe! De wedstrijd begint alweer heel raar te worden. Focus, Sander. Focus. Oh... Tegen zijn kop. Ik vraag hem wel. Ik doe hoog. Hoog. Huh? Huh? Oh, ik ben zo fysiek niet sterk dat ik letterlijk word geteleporteerd. Uh-oh. Shit. Ik wou hem in één keer hoog en dan zo eroverheen. Maar dat mislukt een beetje. Ik vraag wel om de bal hier. Kijken of dit me lukt. Dat lukt mij. Maar Wijnaldum zit er ook goed bij. En daar kom ik net niet tussen. Oh. Zelfs met een hoog balletje naar voren. Matthijs de Ligt. Wie, wat en waar. Kevin De Bruyne. Lukaku. Dit moet hem worden. Nainggolan. Nee, het is Virgil van Dijk. Het is weer Virgil van Dijk. Nainggolan had daar de 1-op-1 kans. Dries Mertens komt erin voor Carrasco. Hier dan een kopbal. Het is Jasper Cillessen. Virgil van Dijk op het allerlaatste moment kwam hij ertussen. Nienkemper aan de zijkant. Maar ook Vertonghen.
Nien Kemper versus Vertonghen. Inpasen is goed. Naar Nien Kemper. Probeert hem terug te pasen. Hier is Hendricks. Met een hoog balletje. Wordt weggehaald door Dries Mertens. Oh. Oeh. Ja, Virgil van Dijk is echt beast at the moment. Hij is degene die ons in leven houdt. Nien Kemper probeert hem ook ruimte te vinden. Hier is Stroopman. Dit is een mooi balletje op zich. Probeert naar Nien Kemper te krijgen, die Wijnaldum. Maar het is een corner. Corner altijd chill. Daar is de corner. Best wel dichtbij. Keeper heeft er moeite mee. Wordt weggehaald. Limbombe. Lukaku. Daar gaat hij. Limbombe. Hij is vrij. Hij is volledig vrij. En hij gaat tegen de lat. Hij loopt hem helemaal eruit, die Dumfries. Hij gaat tegen de lat. En hier is Nien Kemper. My god. België, België, België. Holy crap. Ik telde hem. Ik telde hem. Bij het lopje telde ik hem, maar hij gaat net tegen de lat. Was dit? Dit is Virgil van Dijk. Dries Mertens. Dries Mertens overtreding gezien. Oh my god. Hey Martje 84, hoe gaat het ermee? Dumfries zegt, laat maar. En Mertens die zegt, geef hem dan wat. Geef hem dan wat. Maar zoveel was er echt niet aan de hand. Ja, oké. Okay. Hij raakt de bal niet. Dumfries raakt de bal niet. Hij raakt wel echt de voet. Nou. Veel koppers bij België, dus het kan goed komen. En het komt niet goed! Ik wou zeggen dat het goed kwam. Limbombe met de kopbal, maar Jasper Cillessen op het allerlaatste moment. Wat een hele late redding, maar de reactie was er. Jasper Cillessen met een mega redding. Wat een reactievermogen van Cillessen daar. Virgil van Dijk. Berghuis. Nien Kemper. Daar ga ik. Paasje naar Wijnaldum. Die doet hem meteen hoog, wat wel heel jammer is. En dat is misschien een beetje die druk die we nu voelen. Want ja, we hadden heel veel mensen mee. En in één keer doet hij hem omhoog. Limbombe. Virgil van Dijk. Had hem goed door. Hoog balletje hier op Berghuis. Nien Kemper. Stroopman. Nien Kemper. Stroopman. Memphis. Veel ruimte nu hier bij Memphis. Memphis met een trucje. Altijd de tricks. Maar deze keer komt het niet goed uit. Stroopman. Nien Kemper wordt weggebeukt door de Naaier. Die probeert wat goed te zetten. En heeft de hele wedstrijd nu ook goed gespeeld. Matthijs de Ligt heeft die bal. Dan gaat hij op het hakje van Stroopman. Omdat Stroopman letterlijk een meter er naartoe gaat lopen waar de bal is. Terwijl iemand anders hem al heeft aangenomen. Lekker Stroopman. Als we maar die drie punten binnen hebben. Hier is Memphis. Naar Nien Kemper. Oh, wat een goede tackle van Vertonghen. Ik kan echt helemaal niks tegen deze verdedigers. Zaid, leuk dat je volgt. Thanks voor de follow. Hier dan komt daar een 1-2'tje. Er zijn weinig mensen in de verdediging. Hier moet hij dan komen. Maar Virgil van Dijk zit er tussenin. Hij had hem niet door. Dus het is nog steeds heel gevaarlijk. Maar hij weet hem weg te krijgen. Nien Kemper vraagt om de bal. Maar krijgt hem helemaal niet goed. En dan is hier Kevin de Bruyne naar Limbombe. En hier is Nien Kemper die hem maar weggooit. In hun box. Ik loop gewoon even mee hoor. 87e minuut. Limbombe. Dries Mertens, Limbombe, daar komt hij! Lukaku met de goal! Oh, Romelu Lukaku voor België! De Belgen zijn feest aan het vieren die hier allemaal zijn afgereisd. Want Romelu Lukaku weet toch weer even een goaltje te scoren. Limbombe hier tussen twee man. Heel ongelukkig. Mertens, dan Limbombe en dan Lukaku in de verre hoek.
En Nien Kemper, die wordt als zondebok waarschijnlijk gezien, want die wordt meteen gewisseld voor Bas Dost. Shit! Ik word gewisseld voor Bas Dost, maar dan kan er nog van alles gebeuren in deze 90ste minuut. Bijvoorbeeld dat Bas Dost iets gaat doen. Bas, zijn handelingssnelheid is dan te traag. Dan mag je wel een goede timing zijn, maar zijn handelingssnelheid is te traag. Het is in de allerlaatste minuten dat Lukaku scoort. En in echt de vroegste minuten dat Berghuis scoort. Het is 1-1 België tegen Nederland. Zoveel druk van België. Nederlands elftal begon goed, maar liet zich terugzakken. Dat zien we wel vaak bij het Nederlands elftal. Het balbezit is weer netjes opgeschroefd. Nederland 1 schot meer. En ja, 1-1 is, als je deze statistieken ook allemaal ziet, is 1-1 een prima resultaat voor beide. 3 mensen zeiden dat gelijkspel het zou worden. Dus qua betting krijgt Pinky, Dioki, JDBNL, Abnormal en Jespa, die krijgen weer wat punten uitbetaald. 60% op hun inzet. Nien Kemper heeft wel een 6,5, dus ik heb wel gewoon goed gespeeld. Oké, prima. 6,5 is goed. Als het maar geen 5,5 is, dan wordt het echt heel kut. Vooral als je in supervorm zit. Nederland-België 1-1. Dat betekent dat ze beide een puntje krijgen. En België die had al een keer gelijk gespeeld tegen Denemarken. Oké. Nou, ik ben niet meer welkom naar de volgende wedstrijd, kan ik je vertellen. Want de volgende wedstrijd is tegen Denemarken. Holy crap! Explosive power naar 82, jumping naar 78, balans naar 74, defensive power naar 50, attacking power naar 72. Ik ben explosiever, ik kan weer beter springen, jongen. Ik word per wedstrijd beter. En ik mag weer beginnen. Dank u. Het is heel raar trouwens, want nu staat qua standing staat de Denemarkse League. En ik kreeg ook het Michieland logo van de assistent trainer net. Dus dat, ik weet niet wat er nu allemaal aan de hand is. Oh, sorry. Ik ben 73 overal. Jazeker, dankzij die stat boost is mijn overall weer naar 73 gegaan. We begonnen op 69 en nu gaan we naar 73. Ik ben weer wat explosiever, dat is wel fijn. Ja, Denemarken is waar ik natuurlijk mijn beste wedstrijd heb gespeeld. In Denemarken, bij Midtjylland. En nu moeten we tegen Denemarken. En ik kan je zeggen, om tegen Vestergaard te gaan voetballen, daar zie ik heel erg tegenop. Daar zie ik heel erg tegenop. Hoe zit het met mijn skill training? Nou, ik kan wel de training laten zien. Over 69 dagen is mijn outside curler klaar. Dan kan ik buitenkant voetjes doen. En dat is heel erg chill. Ik train vooral op schieten, want dat gaat het meest fout op dit moment. Of dat mijn stats waren nog niet zo goed van shooting. En ja, ik wil uiteindelijk, als ik weer dat heb, wil ik physical nog iets meer doen. Want ik moet fysiek beter worden. Mijn physical moet echt beter worden van mijn playerstyle. We gaan weer betten. Het is tegen Denemarken. Ja, deze scène die loopt weer voor geen meter qua dat soort shit. Maar oké, het is soms een beetje traag. We gaan weer recoveren. Ik zal eventjes de gameplan ervoor pakken hier ook nog. Dan zien we ook mijn vorm. Wat gaat het worden? En dan verander ik wel de ja en nee naar win. Win is een optie. Ja. Verlies. Of gelijk. Wat gaat het Nederlands elftal doen? Je hebt een minuut om te betten. Uitroepteken SP voor je spookiepunten. Dan kan je zien hoeveel je kan betten. 1 tot 100 punten kan je inzetten. Maximaal 100 punten kan je dus inzetten. En dan kan je die even racken. Maar ik vind het ook leuk. Dan weet ik ook een beetje wat jullie denken dat gaat worden. Je hebt een minuut. Nog 42 seconden. Wij gaan dit keer met Lucas in CB. En we gaan ook met Brenet spelen. We gaan ook met Karsdorp spelen. We gaan met El Ghazi weer spelen. Hij is een beetje weer teruggegaan naar de vorige formatie. Er is alleen één dingetje wat tegen Denemarken op dit moment niet gebeurt. En dat is onze laatste poolfase wedstrijd. Toch? Ja. En dat is dat Virgil van Dijk niet
in de CB staat. En die is zoveel beter dan de rest in CB. Hij is lang, sterk, snel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe we dat gaan opvangen. De betting is nu gestopt. En 6 mensen zeggen winst. 3 mensen zeggen gelijk. Of 2 mensen zeggen gelijk. En 3 mensen zeggen verlies. Poeh. Oké. Alle bettors zijn weer klaar om te betten. Hoi, jij ook. Wow. En dan gaan we Nederland-Denemarken spelen. Oh my god. En ook geen Jasper Cillessen, oké. Ik hoop echt dat het lukt, jongens. Ja, Larissa kwam binnen. Hoi, jij bent mooi, zei ze toen deze meteen weer de deur ging. Nou, daar gaan we. Oh, nee, man. Ik ben een beetje bang nu. We hebben inderdaad Jeroen Zoet. Vol gas erop, zegt Racer Dylan. Come on, Dylan. Ik kan dit. Ik moet hier goed presteren, deze wedstrijd het liefst. Het is een daglichtwedstrijd. Daar staat hij, hoor. Daar sta ik. Hij is zo goed nu. Daar staat Nien Kemper. Daar staat Memphis. El Ghazi. Van Ginkeltje. De Vrijtje. Hendriksje. Onze, hoe heet hij ook weer? De PSV-back Brenet, ja. Kasdorp. Lucassen. Dan hebben we Jeroen Zoet. En dan hebben we Kevin Strootman. Geen Cillessen, mooi goed gebed. Je denkt dat we gaan verliezen tegen Denemarken. Ja, als ik hier tegen Denemarken win, ben ik volgens mij niet eens meer welkom in hun land. En dat ben ik wel een beetje bang voor. Met Dolbergje en Sistel. Ja, ik ken ze niet allemaal, maar kijk die vestigaard. 1,98, daar heb je mijn beeld. 1,98 en bijna 99 fysiek heeft die kerel. En ik heb 60 fysiek. Hoe ga ik die ooit verslaan? Eriksen er ook bij. Hoe ga ik die ooit verslaan? Oh, Brenet is tegenwoordig Hoffenheim, oké. Zo goed volg ik de Eredivisie. Weet je, ik ga nog even kijken. Wacht, ik ga nog even kijken. Dat kan je makkelijk zien, zeker. Nee, dat kan je niet zien, jammer. Oh my god, die Vestergaard die is ook nog omhoog qua overall gegaan. Dus ik ben een beetje bang. Daar heb je hem. Hij is alleen niet snel. Dus als ik van hem af kan lopen, dan heb ik een voordeel. Als ik bij hem loop, moet je eigenlijk niks doen. De wedstrijd is begonnen. Het is de laatste groepsfase wedstrijd. Het Nederlands elftal stond met 2 wedstrijden bovenaan. Ja, hoi, dat is bij het spel. En ik zie dat Vestergaard mij dekt. Dus dat is ook niet zo chill. Hij is zelfs 1,99. Oh, wauw. Kun je nagaan. Use your spirit. Nou, we gaan eerst even kijken hoe Denemarken speelt. Want die heeft niks te verliezen. Die wil hier wat uithalen. Hier is Dolberg. Die natuurlijk ook in die anderhalf jaar dat wij Master League spelen ook gewoon groeit. Hè? Het is niet de Dolberg die je kent. Nee, het is die van 2 jaar ouder. Die weer is gegroeid. En verbeterd is. Vergeet dat niet. Dat we al in 2020 zitten in plaats van 2018. Waardoor spelers minder worden. Spelers beter worden. Dus dit Denemarken kan heel goed zijn. Nou, ik wil eigenlijk graag in Denemarken blijven spelen. Of er moet echt een topclub komen om het te proberen. Maar ik wil graag Champions League met Midtjylland wel uitproberen. Want Midtjylland speelt tot nu toe dik het beste. Vergeleken dit Nederland ook. Echt veel beter speelt Midtjylland. Oeh. Zo. Hallo. Nederland probeert er doorheen te komen. Maar Denemarken speelt ook heel defensief. Come on, Memphis! Dat was niet een camper meteen. Kan je de coach niet meenemen? Ja, precies. Dat zou geweldig zijn.
Maar ja, het kan ook zijn dat die coach nu al weg is, hè. Dat weet je niet. Dat, ik weet de naam van de coach niet eens. Dat had ik op moeten schrijven. Dat moet ik even terugzoeken. Want ik wil die ook nog steeds in mijn club. Ik wil die coach. Die coach die was zo fantastisch. Oh ja, inderdaad. Scheidsrechter is ook blauw. Dat is even moeilijk. Oké, er wordt maar gepaast en gepaast. De drukte weer terug in, waar helemaal geen ruimte was. Dat is dan weer een beetje jammer. Dit is mooi. Dit is ook mooi! Tegen de keeper. Wat een goede voorzet. Goed uitgespeeld. Daar was een kans van Nederlands elftal. Bwam! Recht tegen de keeper. Jammer. Oké. Kom deze voor. Ik blijf hier staan. Die komt voor. Maar Vestergaard versus Nienkeppen. Nienkeppen wint! En het is de goal! Het is Hendricks! Het is die creatieve speler op het middenveld, Hendricks! Zo, die kussen elkaar bijna, man. Hallo. Yes! Jeroen Zoet is ook blij. Dat was letterlijk Nienkeppen versus Vestergaard. En Nienkeppen die wint een soort van. De keeper die doet er alles aan. Om ervoor te komen. Die loopt echt meteen. Naar die bal. De nummer 12 ziet het hier gebeuren. Hij wil. Alleen het lukt hem echt net niet om hem te houden. Hij kiest ook net de verkeerde kant. Het is Hendricks met de 1-0 naar een corner. Nienkeppen versus Vestergaard. Nou, 1-0 voor Nienkeppen daar. Ik was zo bang, hè, tegen Vestergaard. Maar daar, ja, misschien ging hij wel van Vestergaard zijn hoofd af, hoor. Dat kan ook. Nienkeppen probeert hier even te rennen. Jimmy Hendricks. Ja. Misschien wordt hij zo in real life ook wel genoemd. Depay. Hey! Hey, dat mag niet. Ja, ik heb meteen last. Doet ook pijn. Nienkeppen houdt zijn rug erin. Kijkt even. Dat was wel heel ingecalculeerd, hoor. Je ziet hem even kijken. Ja, een beetje ingecalculeerd. Wat is dit? Dat wordt weggehaald. Balletje moest naar Nienkeppen. Hoog balletje nu naar Memphis. Lukt ook niet. Daar komt wel Lucassen. Balletje de Vrij. El Ghazi. Strootman. Hoog balletje. Wordt meteen getackled. En goed ook. Ja, dit is goed. Jammer. Ik wou hem schieten. Ik wou hem hier schieten. En dit is gewoon... Ja, de perfecte kans om even te knallen. Ik krijg de bal. Helaas kon ik niet meteen accelereren. Kijk hoe snel Vestergaard erbij was. 1 seconde later en het was allemaal weer dichtgelopen. Die kerel kwam echt als een suicide man kwam hier naar mij toe. Met zijn 1,99. Dat is eng, man. Dat wordt gezien als een overtreding. Maar voordeel, Namli. Wordt weggehaald, ingooid voor Denemarken. De 1-0 komt op dit moment heel goed uit, maar het liefst hebben we nog even de extra. Want we zijn ook bij de 1-1. Zijn we niet helemaal safe volgens mij. Dit is goed. Dit is ook goed. Stefan de Vrij. Hendricks. Gaat niet helemaal lekker. Wat zijn jullie aan het klungelen hier, oh. Nu heeft Denemarken de bal weer. En daar is een goal. Nee, het is een schot van Namli, maar hij gaat net naast. Oh, dankjewel Pinky. Dankjewel. Die heeft even in Discord de coach gegooid. Dan weet ik dat. Wie de coach was van vorig seizoen sowieso. Nederland zelf was daar wel heel sloppy. Ik denk dat Ronald Koeman eventjes dat weer scherp moet maken.
What the hell? That was not meant to be. Hier is Namli. Dit keer gaat hij goed naar Lucassen. Jeroen zoet. Doet hem zo ver mogelijk. Memphis gaat de lucht niet eens in. Hier is Stroomman. Dit paasje was dan weer slecht van Denemarken. Een 1-2'tje met El Ghazi, maar het loopt voor geen meter bij het Nederlands elftal. Dit is wel echt weer heel slecht hoor. Zo, wat een mooi balletje van wie dat dan ook was. 1-0 Nederland-Denemarken, meer uit een geluksmoment. Qua wedstrijdbeeld spelen we echt heel slecht voetbal. Ik weet niet of dit lang goed gaat. Pitnas, thanks for the follow. Gezellig, leuk dat je kijkt. Hier is Dolberg. Dolberg, paasje terug. Dolberg, Dolberg nog steeds hier weer. En hier Zoet. Oké. Oh! Jezus, wat zijn die snel. Ik wou hem in één keer pasen, maar toen ging de paai inhouden. Dus ik kon hem niet meer daar echt goed naartoe pasen. Alleen Vestergaard had ik daar even in de luren gelegd. Nou, die camper, kom op. Daar, Stroomman doet gewoon hetzelfde. Waarom zijn we allemaal ineens houten pizza's? Nou, Van Aanholt gaat er ook voorbij. Come on, boys. Christensen. Skof. Waas. Dolberg. Dolberg, Jeroen Zoet. Oh. Zoet met de redding. Die gaat mogelijk kort naar de nummer 9. Ze doen een aparte korte vrije trap, maar ik denk het niet. Nee, die gaat sowieso nu voor. En de kopbal komt niet. Die gaat naar Nienkemper. Nienkemper naar Stroopman, naar Memphis. Memphis aan de bal. Memphis. Terug naar Nienkemper. Memphis, wat een uitloop van jou, Memphis. Jemig. En wat is dit voor paas? Jongens, we zijn er nog niet. Oh! Oh! En dan komt Vestergaard weer. Ik begin wat meer egoïstisch te worden, maar dat is meer omdat hun ook gewoon niet voetballen. Dus dan ga je wat meer zelf willen proberen, weet je wel. 1-2'tje. Is goed. Nienkemper! Ja! Goal! Dank je, El Ghazi. Een goed 1-2'tje van El Ghazi. Come on! Tweede doelpunt van dit toernooi. Nienkemper scoort even 2 goals op het EK. Come on! Dank je voor het 1-2'tje. Stroopman was het. Sorry. Het was Stroopman. Het was gewoon freaking Kevin Stroopman met het 1-2'tje. Nou, Stroopman. Je hebt het weer goed gedaan. Hij legt hem perfect neer. Ik kan hem plaatsen. Ik flikker wel op mijn bek. Want ik mis helemaal de balans. En hier zien we even de Intel technologie. Hoe dat dan ging bij Nienkemper. Had de andere kant op veel sneller geweest. I know. Hier is Nienkemper. Hij krijgt hier de bal. Hij kijkt om zich heen. Hij ziet Stroopman vragen. Die vraagt er op dit moment om. Hij geeft hem aan Stroopman. Stroopman weet al precies wat te doen. Nienkemper kijkt. Nienkemper weet. Ik kan hem aannemen. Alleen in de loop plaatst hij hem net langs de keeper. En flikkert op de grond. Welcome back, Maxime. Nienkemper in Denemarken, persona non grata. Uh-oh, ik heb nu gescoord tegen Denemarken terwijl ik in Denemarken speel. En daar een soort lokale held ben geworden. In dat half jaar dat we hier spelen. Dat zullen ze niet fijn vinden. 2-0 voor Nederland, maar... Oh, wat een volley. Het is Waas met de volley. Maar hij gaat tegen de lat. Nienkemper met een hoogballetje naar Memphis. Net iets te laat gegeven, maar dan komt dat Memphis, die moest zich wel inhouden. Zo! Dat was een soort van op de bal, maar hij lag daar al, zeg maar. Balletje was goed van Memphis, wordt even weggehaald door Hendricks. Eigen goal zal het goed maken. Ik wil zo graag in Denemarken goed blijven spelen.
Van Aanholt komt erin voor Brenet. En Victor Fischer komt erin voor Sisto. Fischer, die we al vaak genoeg tegen zijn gekomen, maar geen eens een basisplaats hebt dus. Die is kampioen geworden met Kopenhagen. En hij heeft in bij Denemarken geen basisplek. En ik wel. Niet bij Denemarken, ik bij Nederland. Maar dat sprak voor zichzelf. Hier is Waas. Norgaard. Christensen gaat een beetje in de fout. En dan kan hij daar weggehaald worden. Nienkamp komt er niet bij. De Pai ook niet. Deze Christian Eriksen. Oh, wat... Oh, waar ging die naartoe? Die bal ging niet richting goal. Hij wou hem in één keer uit de lucht schieten. En wiee. Oh, die ging echt zo mis. Die had zo'n raar effect ook. Die raakte hem helemaal verkeerd. Balletje naar Nienkampen gebeurt maar niet. En ze slaan mij helemaal over. Oké. Okay. Dat is dus wat zo fijn is in Denemarken. Ze slaan je niet over. Ze hebben dat ego niet. En hier wel. Want daar hadden we heel veel kansen als ze mij ook als station deden. En hier is een kans weer van Denemarken, maar wordt goed geïntercept. Nederland speelt echt een kutpot. Dat kan ik je wel zeggen. 77ste minuut. Norgaard, Victor Fischer, Eriksen, Fischer. Gaat Fischer dan wat doen? Wordt weer weggehaald. Kan Nienkamp er weer niet bij. Hier is een goed balletje. Het schot wil in één keer komen. En Jeroen Zoet, die zag de bal niet helemaal lekker. Want die ging de verkeerde kant op. Die liep echt gewoon letterlijk de verkeerde kant op. Stroopman. Lukt hem ook niet om te koppen. Goed ertussen van Hendricks, maar... Dan komt daar een balletje, maar Van Aanholt zit daarbij. Hier is Depay, Hakkie. Oh, je had hem precies op dat moment aan mij kunnen geven. Op het moment van Pasen, dan was ik er door. Dus Nienkampen, goal! Yes! Oh, het is zo moeilijk om die ruimte te vinden, maar we vinden hem nu. Yes! Het is dat hij zo slecht met mij meeliep, die nummer 6. Die nummer 6 is echt super klein. En ze zijn ook wat vermoeid aan het einde van de wedstrijd. En daar vond ik mijn extra ruimte. En ik schiet hem met mijn verkeerde been in de verre hoek. Keeper kan er niet bij. Come on. Zeg maar, doe je tegen je basisplek, ja? Denk je dat ze bij Michieland mij schorsen? 3-0 tegen Denemarken. Maar het is niet een goed spel. Het is meer door hele unieke individuele momenten. Maar hey, dat is ook winnen. Oh, jezus. Vestergaard. Dat was een slecht balletje ook. Daar gaat hij. Het is Jurgensen. Dat is wel heel flauw erin geschoten. Net even te makkelijk gedacht door Jurgensen. Hier is Koff. Die wil ook schieten. Jurgensen is erin gekomen en die wil ook graag knallen. Hier is Fischer. Jurgensen naar Fischer. Fischer wil knallen, lukt niet. Jurgensen weer naar Fischer. Jorgensen. Was! Ja, we zijn door! Holy shit! Ja! Yeah! Yes! We zijn door naar de knock-out fase van het EK 2020. Mwah. Come on! Nederland mag door. We hebben de pool overleefd. Oeh. Yes! Yes! Come on! Had ik niet verwacht. Ik had letterlijk gedacht dat we hier al zouden stranden. Echt legit. Had ik verwacht.
Martje die denkt juist dat ze in Denemarken blij zijn, want dan stijgt de transferwaarde. Ja, die stijgt sowieso, want mijn statistieken gaan nu heel erg omhoog. Wait, is dit EK? Ja, het EK 2020. Ik speel bij het EK 2020, Pitnas. Volgende ronde is versus Portugal or England, zegt Alexand. That's gonna be exciting. En hebben we een 7,5? Echt? Oh, Jesus Christ. Dat betekent dat we best lang in supervorm kunnen blijven. Ik wil zo lang mogelijk. Ik wil zoveel mogelijk statistieken omhoog zien van mij. Dan word ik steeds beter, kan ik steeds beter voetballen met mijn character. Of, nou ja, ik kan gewoon steeds beter voetballen. Klaar. Dat. Punt. Haha, want dat ben ik op het veld. België wint 1-0 van Zweden. Nice. Zwitserland 1-0 Engeland. Holy crap. Portugal verliest van Slovenië. Are you kidding me right now? Frankrijk en Kroatië door. Nederland, België door. Germany, Polen door. Italië en Bosnië door. Spanje en Oekraïne door. En Zwitserland en Engeland door. It won't be Portugal, mate. It won't be Portugal. Switzerland, what the hell? Alles gewonnen. En de rest heeft alles maar 1 gewonnen en 2 verloren. Incredible. Servië, Oostenrijk eruit. Slowakije, Rusland eruit. Griekenland, Wales eruit. Zweden, Denemarken eruit. En Tsjechië en Turkije eruit. Oké. Okay. Damn. Zwitserland domineert in die pool. We hebben 95% vertrouwen. En we zijn naar 75 overal gegaan ineens. We waren net 73 overal. What? Dan heb je letterlijk een aantal statistiekjes. 4 dus zijn omhoog gegaan. En dan ga je 2 overal omhoog. 75 overal is een hele mooie grens van, ja, van iets wat je hebt bereikt, zeg maar. 79 finishing. Nice. Kicking power omhoog. Ball control omhoog. En lofted pass omhoog. Gaat hard. Polen? Hier ziet u hoe blij Hendricks was. Kijk maar naar zijn gezicht. Hij was zo blij. Die foto. Die foto is geniaal. Oh, die kerel staat er niet aan. Hey, wat? Nien Kemper has carved out a pivotal place in the squad with his rapid rise in ability. He took time out from training to speak with us. Hij zegt, everything just clicked after I found the best way to contribute out on the pitch. I have a good read on what I need to do to get better. And now I just have to work hard to achieve it. Ik ben gewoon een interview aan het houden hier. Ik ben gewoon interview aan het houden. Ja, ik zeg, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Dat ziet er ook precies uit, oh my. Oh, dat vind ik zo stoer, hè. Is al eerder opgenomen, heb ik al gezien. Ja, klopt. Het is een interview van april. Het is nu juli. Dat moet allemaal van tevoren, hè. Dat verandert ook steeds, of niet? Ja, nu heb ik weer interview van die hoek. Ik vind dat zo cool. Alright, Polen. Nu is het de dood op de gladiolen. Als we verliezen, liggen we eruit. Als we winnen, gaan we een ronde door. We hadden gewonnen trouwens, dus pick the winner van de betting. Gefeliciteerd met jullie punten. En dan gaan we kijken. We gaan kijken naar de gameplan natuurlijk. We zijn nog steeds in supervorm en ze denken er nu aan, legit, om Quincy Promes, die niet in vorm is, erin te doen. Ook het 82 overal Frenkie de Jong. 23 jaar nu, Frenkie de Jong. Die willen ze er ook in doen. De 23-jarige Frenkie de Jong. Berghuis en Promes, die gaan dus naast mij staan. En De Vrij en Van Dijk in CB. En weer Jeroen Zoet in plaats van Jasper Sillissen. Ik ben niet echt tevreden met deze gebeuren. Dus ik zet nu de betting aan. Wat gaat het worden? Je kan minimaal 1 punt betten, maximaal 100 punten betten. Payout is 60% wat je krijgt bovenop je punten die je inzet. En that's it.
Marlon Goles zegt, het veranderde niet, het is gewoon een filmpje. Het veranderde wel. Het veranderde wel. Het zijn verschillende filmpjes, dat is wat ik zei. Tegen Polen met een 88 overal Lewandowski. Met Zielinski daarachter. Met twee DMF's. Het is een goede formatie. Met Glik en Krychowiak. Op CB samen. Met Berezutski. Nee, dat is geen Berezutski, denk ik. Een Piszczek en een Chesney op goal. Dat ook best wel moeilijk te verslaan valt. Dat is in ieder geval wel een hele goede keeper. Het is wel een beetje een gelijkwaardig team qua overalls. Alhoewel, het middenveld is bij ons beter. Wat gaat het worden, ladies and gentlemen? De bettings zijn ingezet. En 7 mensen denken dat we doorgaan naar de volgende ronde op het EK. 1 persoon denkt dat we gaan verliezen. En 1 persoon denkt dat we gelijk gaan spelen. Oh man. Well, that's insane. We gaan beginnen. Ja, oké, I'm ready. Come on. Come on. We can do this. Oh, ik vind het echt heel spannend. Je zit gewoon in een knock-out fase. Mijn character dan is 19 jaar. Dus ik voel me weer een beetje terug in de tijd. In de Johan Cruijff Arena. Degene die gelijk heeft gezegd, die verliest sowieso. Want ja, inderdaad. Maar gelijk na 90 minuten, dat zien we dat als gelijkspel? Want een draw is natuurlijk niet meer mogelijk. Je hebt helemaal gelijk. Met Toto altijd wel zo in de zin van na 90 minuten. Ja, dat komt er dat winnen, verliezen en gelijk. Dat moet natuurlijk wel een beetje bij het gokken houden. Ja, het is de stand na 90 minuten for sure. Daar ben ik. Een prinsenfan. Oké, ja, I'm done. We skippen dit. I'm done. Let's go, boys. De wedstrijd is begonnen. Nederland tegen Polen. Ah, ga meteen fout door die Quincy Promes die ze er nu in zetten. Die is ook niet eens in vorm, die Quincy Promes. But he promised... Veel druk meteen. Zet maar veel druk. Chesney doet hem naar voren. Lewandowski. Kopt hem door naar Zielinski. Navarro. Gaat naar Lewandowski. Daar is Robert Lewandowski. Polen 1-0. Waar was de verdediging? Lewandowski is natuurlijk een mega striker. We zijn nog niet eerder tegen een mega striker gekomen. Het is 1-0 voor Polen. Zo vroeg in de wedstrijd. Wat een paas er tussendoor. Lewandowski was in één keer weg. Geen enkele defender kon maar in de buurt komen. Gaat via de voeten van Zoet, of niet? Laten we eens even kijken in deze Johan Cruijff Arena. We gaan even Intel-technologie gebruiken. Waar komt die langs? Waar gaat de bal langs? Nog één keer full speed. Nee, hij gaat er gewoon net langs. Net langs Jeroen Zoet gaat hij. Oh god. En zo staat al 1-0. Super voor. En Nederland begint maar met fouten maken. Hier is Wezolek. Wezolek. Hij wordt weggehaald. Wat een fout meteen weer van Nederland zelf. Die weer staat te slapen. Net zoals tegen Denemarken. Waar echt alles zelf moest doen. Dit is een slecht balletje van Nienkemper. Maar hij moest ook een beetje moeilijk draaien. Hier is Zolek. Zolek en Lewandowski. Daar was Robert Lewandowski weer. Hoogballetje naar Berghuis.
Berghuis, die heeft totaal geen fysiek ook. En die valt dus over de nummer 13. Hier is Gliek naar Piszczek. Piszczek door het midden. Er is nog 80 minuten te spelen. Nog niks aan de hand. Sillis had hem gewoon. Wie zoet is, krijgt lekkers. Dat is allemaal wat ik lees in de chat. Het is Berezinski in plaats van Berezutski. Hier is Lewandowski weer. Berezinski, hoog balletje. Gaat goed. Hij heeft hem. Hij legt hem voor. En het is een 2-0! Polen is zoveel beter dan het Nederlands elftal op dit moment. Het is Zielinski. De hele verdediging staat te slapen, staat te kijken. Er is gewoon niks hier met het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal blijft lekker spelen zoals ze altijd spelen. En dat is super slordig. Unbelievable. Unbelievable wat hier gebeurt. Vijftiende minuut en nu al 2-0 achterstaan. Lightning quick van Polen. Nou, wat is dit nou weer voor paas? Dat slaat helemaal nergens op. Van Ginkel, jongen. Haal het is uit je ass. Nien Kemper bijna met een schot, maar wordt goed tegengehouden. Lewandowski heeft de bal weer. Niemand krijgt grip op Robert Lewandowski. Robert Lewandowski heeft hem nog. Wordt zelfs een overtreding gegeven. Maar het voordeel is voor Polen. Dit is een slecht balletje dan. Nu is er veel ruimte. Maar het hoge balletje gaat naar Nien Kemper. Het is weer slordig. Er slaat helemaal nergens op deze balletjes. En daar gaat Zielinski er weer overheen. Zielinski. Robert Lewandowski dan. Draait. Heeft hem bijna, maar Jeroen Zoet die redt hem. Nederlands elftal is helemaal nergens. Bijna weer een slecht balletje, maar het komt er nog een beetje doorheen. Nou, nu niet meer. En dit moet een hoog balletje voor mij zijn. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Bait that through. Thanks for the follow. Uiteindelijk wordt het 5-0. Nou, als Nederland zo blijft spelen wel, ja. Dus ik hoop dat Ronald Koeman iets anders zegt tegen mij. Wat ik moet doen. Of wat het team moet doen. De verdediging moet in ieder geval anders. Het middenveld moet ook anders staan. Anders ga je verliezen tegen dit Polen. Want dit Polen, dat heeft gewoon een hele fijne formatie om ons te counteren. Balletje naar Promes. Promes niet in vorm. Nou, dat is gewoon recht op een Polenaar spelen. Oh, ik kan niet meer nadenken. Mooi hoog balletje van Nien Kemper naar Promes. Hier is Promes. Daar is Van Ginkel. Wat doet Van Ginkel? Dat maar. Nou, schiet dan gewoon zelf of zo. Maar je gaat niet naar mijn pasen. Ik sta niet eens vrij. En dan ook nog voor mijn pasen. Terwijl we 5 meter voor het goal staan. Die Van Ginkel, jongen. Hou eens op, man. Is die omgekocht of zo? Door een aantal gekke Polen. Hier is Berghuis. Weet hem door te koppen. Nien Kemper met een hakkie. Goed de ruimte in. Hier wordt meteen weer naar Nien Kemper gevoetbald. Schot! Een handje van Chesney. Ik dacht dat Gliek wel bij mij kon komen. Maar dat kon hij toch niet. Dus toen dacht ik meteen schieten. Want dan hebben we een kansje. Maar het handje van Chesney. Wat gaat hier gebeuren? We hebben wel die hele lange Gliek bij ons. Maar ik ben benieuwd. Kopbal. Dat is makkelijk voor Chesney. Dat is wel heel makkelijk voor Chesney. Dat was ons eerste kansje. Net aan het einde van de eerste helft. Nu dan. Berghuis met een 1-2'tje. Berghuis. Goal. 2-1. Nederland leeft nog. Het is Steven Berghuis die daar de ruimte vindt. Come on. Een balletje van Ginkel. Berghuis weet. Die heeft zijn doel. Nien Kemper geeft hem goed terug. En Berghuis knalt hem de keihard in. Chesney, die weet niet wat hij moet doen. Die wil uitlopen. Maar loopt weer terug. Ja, die kerel die weet het even niet meer.
dan is daar toch weer een beetje hoop. Vooral omdat Polen ook even geen kansen mee heeft gehad, maar het kan zomaar weer de andere kant op gaan. Je weet maar nooit. Hoog balletje hier, oh. Steven de Vrij weet hem weg te krijgen. Kom door het heilige briefje. Nederland 2-1 Polen. En dat is hoe het er na 45 minuten uitziet hier op dit EK. Nien Kemper met de assist op Berghuis. Nog steeds een belangrijk onderdeel ben ik van dit team. Tenminste, zo voel ik mij. Minder balbezit, iets minder schoten. En vooral een stuk minder paasjes. En ook een stuk minder accurate paasjes. Want holy crap. Wat een slechte paasjes. Oké, boys. De tweede helft gaat beginnen. En Kevin Strootman komt erin voor Van Ginkel. Dus de manager ziet dat Van Ginkel inderdaad echt mega slecht speelde. Anders zit je niet zomaar Strootman erin. Dus Van Ginkel is nu uitgeschakeld. Die zit nu op de bank. En Kevin Strootman komt er nu bij in. Lewandowski. Daar ging iemand echt net voorbij, wat heel jammer is. Polen begint weer goed. Gecontroleerd. Berezinski. Het is Stefan de Vrij. Nien Kemper probeert zijn lichaam erin te zetten. Lukt niet. Niet sterk genoeg. Hier is een balletje. Het is een goal! Hoe kan die bal daar komen bij Lewandowski? Het is niet normaal. Het is niet normaal hoe die bal daar komt. Wie moet hem daar dekken? Hoe? Hoe kan Brenet daar niks doen? Waarom doet Brenet daar helemaal niks? Brenet staat te kijken. De Vrij staat te kijken. De verdediging is weer oer-Hollands. Dit is een oer-Hollandse verdediging. Dit is hoe we Nederlandse verdediging kennen. Geen Virgil van Dijk te bekennen. En dan moet Brenet en De Vrij... die moeten doen. Berghuis, wat een mega slechte aanname van Berghuis. Dat was echt zo slecht. Dat was niet normaal. Hier is Navarro. Het Nederlands elftal speelt nu aanvallend. Bij Polen spelen ze normaal. Blasikowski. Brenet krijgt maar geen grip erop. En hier is Navarro. Navarro schiet en scoort ook. Wat een megaknal. Are you kidding me? Wat een megaknal. Kom op Ronald Koeman, doe iets. Doe alsjeblieft iets. Ik doe ook maar mijn best. Nien Kemper doet alles eraan. Hier is Strootman. En dan Karsdorp. En die verliest hem weer. Strootman. Nien Kemper. Nien Kemper. Chesney! Nien Kemper toch maar proberen. Kan Berghuis daar wat mee? Nee, dan is het een ingooi voor Polen. In de 60ste minuut. Berghuis loopt er langs. Staat erbij te kijken. Hier is Nien Kemper. Die heeft hem zelfs. Geeft het balletje, maar net naar de verkeerde. Ik wou hem naar die ene ertussen geven. Oh, 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 oh. Frenkie de Jong. Hier is Quincy Promes die nog steeds speelt. Waarom speelt Promes? En dan is er een ingooi voor het Nederlands elftal. Zielinski mag eruit voor Konaki. Uit deze wedstrijd kun je wel zeggen dat PES realistisch is. Oh, zeker wel, ja. De team ID zit er goed in. Strootman. Hoog balletje.
Maar een overtreding. Oké. Navarro wordt even bekeken. Navarro, wat deed hij bij Strootman? Zo, nou, hallo. Het was niet echt op zijn enkels, maar... Dat is super dangerous, man. Ah, Nienkempen met een schot in de korte hoek. Hij werd zo goed gegeven. My god, are you kidding me? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Nienkemper. Maar Nienkemper kan niet zo snel draaien. Iemand zit er meteen weer voor. Hier dan, balletje, balletje, balletje. Balletje, nee, weer iemand ertussen. Weer iemand ertussen. Die balletjes die leveren ze in. Maar dat doen ze al vanaf de eerste minuut deze wedstrijd. Het is de 70ste minuut. De Vrij weet hem toch weer te krijgen hier. En dan gaat de bal heel hoog naar Nienkemper. Nienkemper komt er een soort van bij. Nou, netjes. Dit is ook goed. Karsdorp. Strootman, denk ik. Wat doet Strootman? Die ging naar niemand die vrij stond. Serieus. Ze pasen naar mensen die niet vrij staan. Nederlands elftal is zo veel kutter als gewoon in Denemarken spelen. Maar ik probeer mijn land goed te vertegenwoordigen. Wat is dit? Nou ja zeg, dit slaat helemaal nergens op. Dit team, dat is het helemaal kwijt. Wat ga je nu doen? Ja joh. Dat ben je de hele tijd aan het overpasen. Doe je nog een mega halve kans. Kijk, de reden dat je lang paast is omdat je ruimte zoekt. Maar die... Nah. Dat ging ook weer de drukte in. Wat is dit, joh? En een penalty. Het is een penalty. Oh, god. Jezus. Het is ook nog eens een penalty op Frenkie de Jong. Ja hoor, die wordt keihard onderuit gehaald. Ah nee, Quincy Promes! Die gaat missen. Nee, hij raakt! Ah. Ah. Twee doelpunten moeten er gemaakt worden om in leven te blijven. Dat lijkt vrij onmogelijk, maar Quincy Promes heeft er nog hoop in. Die heeft er nog vertrouwen in. Hier de overtreding op de Jong. En daar is Promes. En Promes schiet hem erin. Best netjes. Hij heeft penalty specialist, dat wel. Cadeautje van de scheidsrechter van Polen. Nou ja, de scheidsrechter die schoffelt hem keihard onderuit. Het is de 80ste minuut. Twee doelpunten in de laatste 10 minuten. In real life kon het. Maar kan het hier ook? Dan moeten we wel heel snel gaan voetballen. Nee, snel gaan voetballen. Ja, dit was echt een kutpaas weer terug. Waarom doe je hem niet in die... Oh. Van Aanholt. Naar de flank. Naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong met een paasje naar Nienkemper. Nienkemper! 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 Come on! Come on! Het kan nog. Shit, ik had de bal uit het goal moeten halen. Kut! Takuma, je hebt gelijk! Shit! Shit! Kut! Fuck! Sorry! Piep, piep, piep bedoel ik. Ik word hier weggehaald, maar ik kreeg hem er nog in. Doe het voor het papaland. Inademen en nog één. Het is de 86e minuut. Oh, dat is eigenlijk vrij onmogelijk. Kom op, speel ultra aanvallend dan, Nederland. Ja, goed. Naar voor. Nee. Ja. 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 Quincy Promes. Doe iets. Waarom doe je niks? Je vieze hoort lul. Echt. Ik ben zo triggerd door Promes. Al de hele wedstrijd dat hij erin staat, ben ik al triggerd. Nou.
Hij gaat weer terug. Het is 2 minuten. Dat betekent dat dit de laatste kansen zijn. Hij wordt weggehaald. Oh my god, het is nog een corner. Ik heb een time marking. Het is nog een corner en we spelen nog steeds niet ultra aanvallen. Wat is deze? Dit moet hem worden. Kopbal! Nu dan! Doe iets! Wat gaan we doen? Oh, scheids! Wat is dit? Waarom doe je de hele tijd dat? En waarom sluit je af? Je had al lang nog kunnen aanvallen. Hij draait letterlijk weer in op Polen. Serieus. We hadden deze. Ook al spelen we de hele wedstrijd kut. Echt vanaf minuut 1 pasen ze letterlijk voor Polen. Bepaalde lijnen worden niet meer gelopen. Net zoals tegen Denemarken. Maar Denemarken was wat minder qua stats. Oké, logisch. Maar dan hebben we hem in de pocket. Quincy Promes kan hem perfect gewoon geplaatst knallen. Zoals Berghuis altijd doet. En Quincy Promes is niet in vorm. Ze begint in de basis. En hij maakt hem niet. Oké. Dit Nederlands elftal is echt... Nou, het was al bij die vriendschappelijke duels... was het Nederlands elftal echt gewoon... vermoeiend om mee te spelen... vergeleken Midtjylland in Denemarken. We hebben gewoon een perfecte manager gevonden bij Midtjylland. Dat is gewoon echt zo leuk om te spelen. Goals maken enzovoort. En dan kom je bij het Nederlands elftal... en is het 1 stuk verdriet... Behalve dan dat we best goed hebben gedaan nu op dit EK. We zijn door de poolfase, wat ik echt niet had verwacht. We speelden beter dan normaal. Maar dit is hoe we dus de hele tijd speelden in die vriendschappelijke duels. Nou, Nien Kemper heeft nog wel goed zijn best gedaan. En Nien Kemper die heeft zelfs goals gescoord. Dus kun je nagaan. 7,5 voor Nien Kemper en 7 voor Promen. Hou je back, man. Hou je back. Ja, die Quincy Promes snap ik echt niet. Het is een verlies geworden en 1 iemand had dat gezegd en dat was Alex Zand. Congratulations, man. Een 0,7 voor Promes. Nederlands elftal niet door, hier moeten we van leren. Dit was mijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. Het liefst wil ik mijn paspoort veranderen naar een ander land. Sorry hoor, maar echt, ik ben echt zo triggerd nu. Ik ben echt triggerd gewoon. Ik ben nog nooit zo triggerd geweest hiermee, godverdomme. Oh. En de volgende tegenstander zou Servië worden in plaats van Italië. Nou, geen Pools paspoort. Oh, ik ben echt zo triggerd. Vooral omdat ik in superform ben. Ik maak gewoon superveel goals. Man. Kijk dan! Speed omhoog, stamina omhoog, dribbling omhoog, fysiek omhoog, placekicking omhoog, ballwinning omhoog. Lekker, jongen. En dan is... Zal ik maar een Belgisch paspoort nemen? Ja, ik kan niet eens mijn paspoort veranderen. Dus ja, ik moet wel met Nederland zelf iets doen. Oh, ik ben zo triggerd. Oh, jongen, er kan echt niet wat daar gebeuren. Ik kan het echt niet vinden met deze manager. Ik heb Ronald Koeman ook in PES My Club. Kan ik het ook niet meer vinden. Zijn tactieken, nee. Gewoon nee. Ik ben zelfs in het team of the tournament, man. Waar sta ik dan? Yo. Ah, oh, Nien Kemper moet hier ook helemaal getroost worden. Ja, dat ben ik. Ik moet hier helemaal getroost worden. Ze zeggen, we waren zo passief in die game. En we hebben het nooit gesort out. Oh my god, dat is precies wat er gebeurde. Dat is precies wat er gebeurde. We waren zo fucking passief. We deden helemaal niks. We paasten naar niks. We waren zo slordig. En ik zeg dat letterlijk in een interview. Don't judge Poland and Russia. I'm not judging Poland. I'm judging our own team. Oh, Nederland is 9e nu uiteindelijk in de rankings. En hoe staat het ermee dan? Dat is niet hier zeker. Jawel, dat is wel hier denk ik. Nee, dat is niet hier. Een World Selection match. Is dat hier? Ja.
Wie heeft hem gewonnen nou? Of is dat nog bezig? Frankrijk heeft 3-0 gewonnen van Oekraïne die in de finale is gaan staan. My god. Frankrijk is Europees kampioen en dat ze wereldkampioen zijn geworden. Hoe staat het met de goal ranking? Hoppakee, gedeeld 6e. Oh nee, ik ben 6e. Ik ben niet gedeeld juist. Oké. Okay. En Robert Lewandowski heeft er 9 in liggen. Lekker man. En qua assist heb ik ook... Ik heb gewoon 3 assists en 4 goals. Dat is toch supergoed. Team of the tournament is Robert Lewandowski en Nien Kemper. En ik ben de enige Nederlander in het team van het toernooi. Oeh. Ja. Ik ben te goed voor het Nederlands elftal. Ik ben 19 jaar en ik zeg dat nu gewoon. On tape. Ik ben te goed voor het Nederlands elftal. Oké. Het is tijd voor weer wat maneschijn, denk ik. Hoop ik. We kunnen Europa Champions League wedstrijden gaan doen. Ik ben in de starting line-up today. Ha, die vond ik echt vet. Clean, niet al te druk en heel vet. Ik wil wel even weten hoe het ervoor staat bij ons team. Qua spelers. Mabil bestaat nog. Okosun bestaat ook nog. Hij lijkt wel wat minder te gaan worden, of niet? Nou, valt op zich wel mee. Wie hebben we allemaal nieuw? Die Onuachu, die bestaat ook nog. Volgens mij hebben ze weinig aankopen gedaan. Duurlund. Hende. Ja, ze hebben weinig aankopen gedaan. Dat is wel jammer. Hebben we de manager ook nog? Nou, dan ben ik blij. Dat is een heel groot onderdeel. Torup is de manager. Dat is een mega groot onderdeel van waarom ik het zo leuk vind om hier te spelen. Oeh. Come on. Let's go. Ja, we gaan deze wedstrijd spelen. Ik ben in supervorm. We gaan nu eventjes... Ik moet eventjes ervan af fixen. Echt waar. We hebben 1 minuut te gaan. Voor het betten. Wat denken jullie dat deze wedstrijd gaat worden tegen Esbjerg? Het laatste team van Rafael van der Vaart. Ja. Laat maar zien waarom je een goede spits bent in Denemarken. I'm gonna try, Pitnas. I'm gonna try. Wat denken jullie dat gaat worden? Jullie kunnen nu stemmen voor een minuut. Je kan tussen de 1 en 100 stemmen. Je hebt 60% payout. Bovenop je punt. Alright. Ik moet echt goed gebruik maken van mijn superform, man. Ze hebben allemaal een spits van 55 plus, dus vertrouw het wel. Ja, op zich. Inderdaad. Je bent weer bij Mitje, dan moet je wel winnen. Ja, het is het begin van de Superliga. En ik heb natuurlijk maar een klein stukje van het andere seizoen heb ik gespeeld. Dus wie weet. Wie weet. We shall see. Ben wel benieuwd. Of we nog een beetje hetzelfde spelen als vorig jaar. En ik ben nu dus alweer een stuk verbeterd. De laatste keer dat we bij Michieland speelden was 72 overall. Was echt gewoon een 72 overall. En nu zijn we 75 overall, worden we dus alleen maar beter. It's gotta be fun. Oké, ja, I got this. Please zeg dat de speelstijl niet is veranderd. Please, 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 please. Dit is de beste formatie. Tegen SBR. Natuurlijk groeien we op een gegeven moment uit deze competitie, maar het liefst level ik hier gewoon. Het is bijna gewoon een soort level systeem. Het is wel gek, want hun stats zijn een stuk minder, maar ze passen mij een stuk beter aan. Oh! Ah, jammer. Christensen. Hey, Christensen alweer. Kijk, daar gaan we al. Hap, 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 hap,
Hoog balletje eroverheen. Er worden dingen geprobeerd. Ja, iets te veel Pokéball gespeeld, Xayah. CP is niet hoe we het noemen. Oh, fuck. Ik ben nog steeds niet sterk. Dat mag ook gezegd worden, ja. Oké, come on. Met Mabiel er nu bij Duerlund, die helaas op middenveld speelt. Die heb ik het liefst links van mij. Maar nu speelt daar een of andere gekke. Kijk, hij scoort heel veel. Maar hij speelt nu rechts mid. Dat vind ik wel een beetje jammer. Zo. Oh, waarom combineren deze zoveel beter nu al? Holy shit. Hoe? Nienke hebben er bijna tussen. Deze combineren nu al zoveel fijner. Okosun, Nienkemper. Oh, die liep op mij in. Ja, daar heb ik een iets mindere band mee met die kerel. Okosun. Zo, outside curler paasje hier. Oh. Goed paasje daar naartoe. Doet hij goed. Randje 16. Nienkemper hier. Oh. Ah, verkeerde. Ik wou niet naar hem pasen. Ik wou naar diegene aan de onderkant pasen. Doorkoppen lukt niet. Maar we hebben wel meteen weer een speler daar. Ja, dat lukt! Oh, wat een goede paas. Alleen het schot wordt geblokt door de keeper. Come on! Larsen naar Anjembe. Christensen. Anjembe. Sorensen. Ja, dit is goed. Voorzetje Nienkemper. Kopballetje van Mabiel bijna. Ook weer net niet. Oh. Wat gaat Embrink doen? Oh my god, SBR die komt hier bijna eraan. Hooiberg. Is dat niet... Nee, dat is niet de Hooiberg van Bayern. Die ooit bij Bayern heeft gespeeld in de Premier League. Natuurlijk kunnen we ook nog altijd een deal krijgen van een andere ploeg. Ik ben heel erg benieuwd. Het zou wat zijn als dankzij dat EK ineens een mega deal komt van een megateam. Dan wordt het wel interessant wat we gaan kiezen. We zitten natuurlijk helemaal niet lang bij Michieland. Je weet het niet. This is better for Nienkemper, de Superliga. Probably it will be for the next year. En een goal. En een goal van Esbjerg. Oh. Unbelievable. Kies maar een transfer. Waarom? Omdat we nu niet meer goed gaan spelen? Ja, SPR die maakt wel een goal. Je weet het niet, hè? Hoe Nederland zelf al daar speelde, dat is hoe de meeste teams spelen. Dus je moet heel veel geluk hebben dat je een goed team vindt. Hè? Die hebben we gevonden. Dus dat is gewoon omdat je het wil. Gewoon puur om de vormen, zeg maar. Oké, dit is mooi. Mooi balletje. Mabiel! Golazo! Lekker Mabiel, lekker gelopen. Goed ingeschoten ook. De coach heeft een andere tactiek, denk je? Ik denk van niet. Het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Geweldige looplijnen. Iedereen gaat goed terug. Iedereen die gaat alle kanten op. Kijk, dat was al een mooi balletje. Ik kon hem precies ertussen doorgeven.
En Mabil die schiet hem ook nog eens. Meteen lekker erin. En Quincy Promes had een makkelijkere kans dan dat. En die schiet hem er niet in. Never forget. Quincy Promes 2020. Nooit vergeten, jongens. In dit avontuur. Maar onze verdedigers pakken. Ja, dat is een beetje een probleem op dit moment. We zijn een aantal goede verdedigers kwijtgeraakt. Dus dat kan allemaal weer wat sloppier zijn. Maar qua tactics zit het hetzelfde in elkaar bij deze manager. Bepaalde managers gebruiken altijd één tactiek, zeg maar. Dus als er een nieuwe manager zou komen, dan verandert ook de tactiek. En dat kan. Er kan een nieuwe manager komen. Ah, kut. Dat was heel slecht. Ik hoop niet dat iemand de misser van Promes heeft geklipt. Dat was echt crazy. Colin, leuk dat je weer terug bent, man. Het EK, dat ging best goed. Tot aan de knock-out fase. Want daar ben ik hem echt geraged. En I'm not a rager. Ik ben nooit een rager, maar ik ben zo heavily emotioneel invested nu. Ik wil zo graag nu winnen. Omdat mijn eigen character echt 1-op-1 lijkt. Dat ik Yo! Goeie kopbal. Alsnog. Dat was de beste kopbal. Voorzet was ook goed. Maar acceleratie wordt echt steeds beter. Maar ik ben gewoon letterlijk triggerd op één persoon. Nienkempen moet groeien. We moeten goal scoren. We moeten echt gaan groeien. Want we hebben nu dus de supervorm. En bij de supervorm, dan ga je zo snel omhoog. Maar als je nou echt een keer een hele slechte pot hebt, dan kan het zomaar zijn dat de supervorm in één keer ophoudt. Zo van, oké, je hebt slecht gespeeld. Nou ja, je vorm is weg. Dus we willen zo vaak mogelijk, zo goed mogelijk spelen. In ieder geval een goed cijfer houden. Dat is mijn doel op dit moment. Ik wil kijken hoe ver we kunnen gaan. Hier is Højbjerg. Natuurlijk, vrije trappen worden steeds makkelijker. En bij dit team ben ik ook de vrije trappen nemer. Dus dat vind ik ook altijd extra chill. Maar hier is een schot. En dat was bijna de goal. Jullie zijn boos op Promes, maar de backs lieten het volledig afweten bij de tegels. Ja, het is ook niet één individueel moment. Maar dat moment, dat steekt dan zo uit natuurlijk. Het hele team speelde kut. Heb je Van Ginkel zijn paasjes gezien dan? Wat was dat dan? Mabil heeft hem. Weer terug naar Nienkemper. Zo, wordt twee keer onderuit gehaald die Nienkemper. Hier is Mabil. Mabil met de voorzet en die is goed. Maar hij gaat er net niet in. Oh, zo close. Die bal gaat naar Okosun. Nee, toch niet. Die bal gaat hoog. Tap. Die Okosun is 1,96. Die gaat meteen recht tegen Okosun. Nou ja. Dat is een probleem. Nienkemper heeft hem. Nienkemper. Nog geen outset curlen, dus ik kan hem niet curlen. Ja, ik kan ook naar niemand. Ik kon naar niemand passen. Die back misschien. Misschien naar de back. Maar dan moest ik draaien sowieso. Mabil, goed. Oh, die wil hem weer goed geven aan mij. Dat is wat ik wil zien. Dat is wat je vaak wil zien. Dit is ook goed. Alleen, ja, ik kan niet snel omdraaien. Dat doe ik nu te vaak. Dat kan ik nog niet. Daar heb ik de stats niet voor. Come on. Gelijkspel zou een beetje kut zijn de eerste wedstrijd. Niet heel kut, maar wel een beetje kut. Duelund, Mabil. We zijn op zoek. We zijn heel erg op zoek nu. Het is de 68ste minuut. Mabil kan hem net niet erlangs krijgen. Goed. Okosun.
Balletje naar de flank. Veel ruimte overal nu. Ah, dat balletje was echt kut. En dan. Christensen. Ze draaien goed weg. Dit is goed gedaan. Maar die verdediger ziet er niet heel sterk uit. We spelen op een of andere manier veel op balbezit. Uh-oh. En dan gaat het daar weer fout. Jongens, 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 jongens. What is happening hier, oh? Dat paasje was net iets te lang. Maar het was ook te lang om hem te bereiken in de first play. Oh my god. Oef. Ze moeten even wat aankopen doen bij Michieland. Maar dat lijkt nog niet echt erop. Ah, oh, ik zie ineens de chat allemaal. Nienke Puk. Allemaal aangemoedigd, dat zit wel goed. Alleen nu moet hij eventjes een goede kans krijgen. Sané die krijgt een overtreding. Wickheim gaat eruit voor Andersson. En dit is bijna een kopbal in je eigen goal. Verdedigend zit het niet helemaal lekker, maar het voelt sowieso alweer wat stabieler. Je komt in ieder geval wat meer fun weer tegen. Oké. Wordt het een korte of wordt het een lange? Het wordt een korte. Meteen wordt hij voorgezet. Maar er was een overtreding. Dat was een overtreding. Een kopbal ging... Ja, was een beetje kopstoot, zeg maar. Duelunt ging niet zo lekker. Maar veel ruimte bij Mabil. En die heeft de snelheid om door te lopen. Wordt nu wel ingehaald door de nummer 25. Dus hij kan de andere kant op. En... Nee! Are you kidding me right now? Once again! Onderkant lat! Het geluk is dan ook weer niet echt mee, hè? Heerlijke voorzet. Heerlijke kopbal. Onderkant lat. En daarna kon ik hem er ook net niet in doen. En dit is gevaarlijk. Deze nummer 9, die weet hem daarvoor te krijgen. En het is een goal! Nee, hier reed ik niet per se, joh. Het is Oti. Het is Oti en hij viert het met het publiek. Oti. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Oh, het is echt een mentale klap voor Nienkemper, man. Poeh. Ik dacht echt dat we hem in de back hadden. Zoveel doen hun niet. Wij zijn wel weer echt veel beter. Oeh. En toch gaat hij erin. Duelund gaat eruit. George komt erin. Ja, die Duelund moet weer voorin. Daar kon ik zo goed mee combineren. De formatie staat als een huis, maar dat zou heel chill zijn. Ja, wauw. Goede communicatie. Die ene dacht, oh, dat ga je niet meer doen, want je gaat zelf lopen. En die andere dacht, ik ga pasen. Dus heel goed gecommuniceerd. Ik ga gewoon nu volledig sprinten. Nu heeft het geen zin. Come on, boys. Aanvallen. Aanvallen. Goed. Het zijn 3 minuten die erbij zijn gekomen. Oh my god, wat is... Ja, oké, het is over. Nou. Nog één aanval. Ah, ik kan niet eens uitdraaien, man. Nu zijn ze er helemaal goed in. Midtjylland verliest de eerste wedstrijd van Esbjerg. Esbjerg scoort door middel van Oti. Esbjerg, helemaal geen goede ploeg. Maar ja, dat is een slecht begin. En ik heb wel een assistje. Ik krijg daardoor een 7. Samen met Mabil een 7. Dus dat zit nog wel goed. Het is niet dat ze dan denken, oh, die speelde slecht. Nee, dat niet. Een 7 zorgt weer voor hele goede dingen. Ik heb 1 appearance, 1 assist... Allemaal prima. Mijn draaibal is weer verhoogd. En mijn passing gaat naar boven. Dat is wel handig. Oh my god. Maar dat is ook een dingetje. Zou hij wat spelers hebben gespaard voor de Champions League? Zou dat het zijn? Nou, 10 mensen zeiden dat we gingen winnen. Maar het is toch echt een verlies. En dan gaan je punten. Ja, I'm so sorry. En je ziet dat alles blauw wordt. Want het is Champions League tijd. Het is tijd voor de Champions League tegen... Tegen Kroatische ploeg.
Dynamo Zagreb. En daarna moeten we tegen Kopenhagen, die de vorige keer eerste was. Oh, damn. Ik ga geen transfer request doen. Want ik wil hier gewoon blijven. Maar mocht er een deal zijn, then let's go. Zij hebben Kieran Gibbs. Zij hebben een team dat gelijkwaardig is aan die van ons, best wel. En nu hebben we inderdaad Duelund wel weer hier. We hebben Duelund weer. Duelund, Nienkemper, Mabiel. En Wickheim ook weer op zijn juiste plek. Brandhof, die is... Oh, die is best snel. Nu hebben we weer de juiste formatie. Dit is hoe het moest. De 35 Hansen. Het is tijd voor mijn eerste Champions League wedstrijd in mijn carrière. I'm ready. I am ready. Wat gaat worden? Jullie mogen nu stemmen. Oh, sorry. Jullie mogen nu stemmen. Hij gaat... Ja, sorry. Ik drukte dubbel. Dubbelklik. Daar gaan we. De UEFA Champions League. There we go. Daar gaan we dan. Nienkemper, Duelen, Mabiel, Wickheim, Okosen, Kajust, Brandhof, Sané Hansen, Sviatchenko en J. Hansen. Gotcha. Dynamo Zagreb met Hodzic, Petkovic, Situm, Orcic, Sundžić, Knežević, Kieran Gibbs, Katarine. Oké, dat is niet leuk om grapjes over te maken. Ja, het is tijd voor de Champions League wedstrijd. Maar allereerste, je zou bijna vergeten dat de Champions League kwijt is geraakt. Door Konami. Maar goed, dat maakt ook geen flikker uit. Het zijn maar wat deuntjes en wat dingetjes. Let's go. De UEFA Champions League wedstrijd. Tegen een Europees ploegje. Daar is Mabiel. Mabiel! Met een slechte aanname. Jammer, jammer, jammer. Wel meteen goed begonnen. Livakovic, terwijl Maxime Lach zegt N-I-E-N-K-K-E-M-P-R. Yeah, Nienkemper. Nienkemper. Kunnen we Europees ook een mark leven? Ja, dit is perfect gegeven door Mabiel. Dit moet er worden. Nee! Oh, Nienkemper, serieus. Ik heb nog geen outset curlen, die leer ik bijna. Dan had ik deze veel makkelijker kunnen scoren. Maar ik wou hem niet in de verre hoek doen, maar in die hoek. Alleen ik schiet hem net mis. Oh. Waar is de blauwe filter die over de gameplay hoort te zitten? Oh, hou je muil. Oh, echt, jongen. Daar kan ik echt niet tegen dat het dan zo helemaal blauw filtertje heeft. Het Champions League duel, dat heeft geen blauw filter. Mabiel. Ja, ik ben de enige op dit moment in de spits, maar... Je weet dat de formatie nu goed zit. Je weet dat het combineren nu ook fijn is. Lekker gegeven aan Mabiel hoor. Die is goed. Mabiel met de voorzet. Gaat hoger dan Nienkemper. Maar het kopballetje komt zelfs. Goed gespeeld weer. Als je deze wint moet je een shirt bestellen van Michelin en Nienkemper op de rug. Hallo. En waar krijg ik dat geld vandaan? Tering. Ook echt gewoon een ijs van iets waar je vet veel voor moet betalen. Hier is Mavropanos. Vergeet het te voten, zegt Saia. Wat denk jij dat het gaat worden? Eerste Champions League duel. Nienkemper. Nog steeds een tiener. 19 jaar. Goed weggekopt, Hiro. Maar hier hebben ze een goede kans. Maar het schot wordt geblokt. En net op tijd. Toch wordt een overtreding nog gegeven in de hoek. Oké. Okay. 2-1 voor jou, gok ik. Oké. Okay. Goed balletje, maar hij wordt weggehaald. En hij wordt goed weggehaald ook. Zo. Moest dat zo heftig? Want ik stond best wel vrij.
Hier is Sundic. Naar Kieran Gibbs. Nu mogen ze hier bij Zagreb. Sundic. Mag er doorheen? Toch niet? Wordt wel goed gedaan. Keeper zit er niet helemaal lekker bij. Wordt weggehaald. Netjes. Goed gedaan. Die blijft binnen. En hij loopt hem er zelf uit. Dat is ook altijd fijn. Wat gaat hij doen? Waar gaat hij naartoe? En wat is zijn plan? Hij wil naar de flank. Dit wordt moeilijk. Maar ik ga het toch proberen. Hier is Petkovic. Petkovic draait goed. Balletje ertussendoor. Wordt goed weggehaald. Netjes. Come on, Midtjylland. Maar Biel probeert in één keer Nienke te bereiken. Lukt niet. Ik loop precies mee, waardoor ik niet vrij sta. Netjes, Sander. Hier is Mabiel. Vindt weer geen ruimte. Balletje Okosun is iets te nonchalant. Dat was een Nederlands elftalpaasje. Dat is de eerste keer dat we zo eentje zagen. Oké. Okay. Toch weer een overtreding. Die is wel even een cadeautje volgens mij. 27e minuut. We houden het kort. Okosun, balletje. Probeert hem naar de hoek te krijgen. Oh, ik dacht dat hij door ging lopen. Hier is Okosun weer. Heeft hem naar Nienkemper. Nienkemper schiet hem er niet in. Wel nog die overtreding wordt er gegeven daardoor. Ik kon hem niet in één keer aannemen, want hij was aan de verkeerde kant. Zou net iets te traag gaan. Vooral met hoe die keeper uitkwam. Okosun wordt zo hard onderuit gehaald. Hij weet de bal te pasen en daar bam. Nienkep heeft wel weer betere placekicking. Maar ik mag niet eens vanaf die lengte meer de bal doen. Doorkoppen Nienkep lukt ook niet. Waardoor deze vrije trap eigenlijk helemaal niks was. Okosun probeert daar de flank te gaan. Maar daar werd ik naartoe getrokken. Nienkep heeft de bal. Maar het is ook een overtreding. Deze scheidsrechter houdt heel erg van fluiten in de Champions League. Wat de hel. €85 kost zo'n shirt. What the... Midtjylland heeft vroeger meer rood gehad in een shirt. Kom. Knezevic. Petkovic. Goed. En een schot, maar die gaat heel erg naast. Dat was wel heel erg verkeerd geschoten. Wel mooi hoor, mooi hakje. Netjes. Beter wordt een gelijkspel voor mijn bed. Ja, qua springen kan ik het wel. Ik kan alleen niet accuraat kop. Oh, daar gaat een beetje fout daar. Doe maar naar het midden. Goed zo, Okosun. Goed. Naar mij. Naar Mabiel. Weinig ruimte te vinden. Kunnen weinig lijnen. Ze staan heel compact. Ze staan ook heel erg verdedigend. Okosun. Ja, Mabiel. Nienkemper. Loopt net iets te ver door. Dit keer probeerde ik uit te draaien. Maar er kwam alweer een tweede die mij wou sandwichen. Dat gaat zo snel. Mabiel. Naar Okosun. Goed paasje van Okosun. We hebben de controle. Duelend. Draait. Zoekt. Okosun. Hoogballetje Nienkemper. Goed. E2'tje. Goed. Goal! Wat een geweldig voetbal. Het is Brandhof. Wat een geweldig voetbal laat Midtjylland hier zien in de Champions League. Zag je hoe lang dat rond werd gepaast en hoe dan de acceleratie komt? Dat was pure Barça-klasse, man. Zo lang rondpaasen en dan uiteindelijk de ruimte vinden. Uiteindelijk die acceleratie. De hele tijd zoeken. Dat was echt zo'n mooi iets. Dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Ik kreeg er tranen in mijn ogen van gewoon. I love voetbal daar maar van, man. Echt. Wat is voetbal toch mooi. Het is schaken, maar dan leuker. Oeh.
Maar, dan moet niet dit gebeuren. Ho, keepertje. Lekker, dank je. Want dat ging heel slecht. Dat ging echt heel slecht. Come on, defenders. Doe het goed. Even voor halftime zou ook wel weer leuk zijn. Ja. Oh, dat is bij het spel. Oké, prima. Ook nog maar net. Come on, deze Champions League wedstrijd gaan wij fixen. Ugh! 1-0 halftime. Tot nu toe gaat het prima. Tot nu toe gaat het eigenlijk perfect, ja. Niks aan de hand. Een beetje veel moeite om er doorheen te komen. Maar komt helemaal goed, toch jongens? Ja, dat komt wel goed. Honderd procent dat het goed komt. Larissa ook per spelen en dan vrouwenelftal joinen. Hier heb je geen vrouwen in dit elftal. Of in deze game. In dit elftal, hoor mij nou. Natuurlijk heb je geen vrouwen in dit elftal. Nou ja, natuurlijk. Dat is ook niet helemaal netjes om te zeggen. 110% komt het goed. Oké, 110%. Wat is dit? Het is beter. Goed. Wat minder goed. Dit is wel netjes. Nien Kemper. Hoog balletje. Wordt dit mijn assist tijd of zo? Ik maak maar geen goals, maar ik maak wel assist elke keer. Het hoge balletje kwam niet goed aan. 53ste minuut. 54ste minuut. En zo tikt het weg en weg en weg en weg. Maar. Niks. Geen maar. Geen gemaar. Kom nog een CL goal van Inkip. Ik hoop het. Ik hoop ruimte te vinden. Maar ze zitten heel dicht op mij ook. Waar gaan we naartoe? Naar Mabil? Oh, die heeft hem. Nee, die heeft hem niet. Of ja, hij had... Oh god. Dit gaat wel heel makkelijk. Dit gaat wel heel makkelijk. Woe! Bijna via de voet van onze verdediger ging hij erin. En Mabil staat vrij inderdaad. Gaat weer even terug. Oké. Ze zijn heel erg conservatief nu. Dit gaat wel heel ver terug. Hoog balletje meteen weer. Deze gaat naar Nien Kemper. Nien Kemper wint hem een soort van richting Mabil. Maar Kieran Gibbs die kan hem weer oppakken. Hij is hot siege. Gaat goed. Dat is mooi. Oh, ik sta bij het spel. Maar nu niet meer. Ik ging even onside staan, krijg meteen de bal. De run wordt gemaakt. Ik geef hem. Crispy Dick, thanks for the follow. Wat een naam. Ik gaf hem perfect. Ik gaf hem echt perfect. Manuele bal. Hij hoeft hem alleen maar te koppen in dat hele grote doel. En hij kopt hem ernaast. Op echt precies de... Oh. Unbelievable. Dat was dan wel weer een partijtje jammer. Maar ik ben ook eigenlijk de finisher. Ik moet die ballen finishen. Oh, snap. Nien Kemper. Goeie kopbal. Oh shit, Petkovic. Sundjic. Gaat goed. Dat valt prima te doen. Oh snap, dat is een communicatiefoutje. En dit balletje is niet helemaal accuraat, maar hij houdt hem wel binnen. Dan komt daar een balletje waar Okusen eigenlijk bij had moeten zitten, maar dat lukt hem net niet. 70ste minuut. Goed balletje naar de nummer 15. Nummer 15 hoeft hem alleen maar te hakken, maar wordt goed verdedigd. Mabil die zou het leuk zijn als die kan koppen. Hier is Nien Kemper, hij heeft snelheid. Hij heeft snelheid, Nien Kemper.
Het fake shot heeft hij ook. En hij krijgt hem nog steeds mee. En hij kan hem zelfs knallen. Maar hij gaat tegen de keeper. Oh, Jezus. Je ziet dat hij zo graag wil, hè. Hij wil zo graag. Hij wil zo graag gewoon even een goaltje scoren. Oh, net die keeper erbij. Ik mag nog wel de corner doen. En dat vind ik wel chill. Want Okosun. Kom maar. Okosun! Oh, er kwam iemand voor Okosun. Dat was perfect in de ruimte voor Okosun. En dit is ook goed. Shit, ik sta heel erg bij het spel. En hij paast hem terug op een niet fijne manier. Nien Kemper had daar bijna zijn goal gemaakt. Maar ze staan nog steeds heel compact hier bij Zagreb. Moeilijk om er doorheen te komen. Maar het zou cool zijn als we... zonder away goals... hier vanaf komen. Want dit is wel de playoffs. Hè? Dit is voor het kwalificeren voor het grote Champions League. De groepsfase. Ja! Dit moet hem zijn! Maar ik heb nog geen outside curlen. Die wil ik zo graag. Dan had ik hem weer kunnen finishen als ik buitenkant voet player skill heb. Maar die heb ik pas over 30, 40 dagen. Dit is wel mooi. Maak hem af. Hij maakt hem af. Nou ja, weer geen Nien Kemper. Dat was ook totaal verkeerde schottype. Ik dacht, doe het dan met je goede been. Of met je verkeerde been. Maar hij deed het met zijn goede been. Waardoor het echt een moeilijke hoek werd. Het is wel een geweldig golazo. Wat een geweldig doelpunt. Wauw. Dat is echt amazing. Geen goals in mijn CL-debuut. Maar we spelen wel weer lekker. Zeg dat wel. Buitenkant voetje. Ja, hij doet wel een buitenkant voetje. Maar ja, die kan ik ook. Twee wissels nu bij Dynamo. Hey, een 2-0 is best wel chill. Dat is best wel super chill. Nice one, Snow. Holy shit, that timing. Knezovic, Katerin, Stojanovic. Weer een overtreding. Ja, die scheidsrechter fluit voor alles. Deze scheidsrechter heeft er zin in. In de Champions, of je mag in de Champions League gewoon elkaar niet eens meer knuffelen ofzo. Wow, die wordt raar weggehaald. Als hij terugpaaste, dan stond ik daar klaar. De nummer 11 krijgt er goed bij. Nien Kemper staat ook vrij. Nien Kemper krijgt hem. Nee. Dit is allemaal zo kut gepaast. Dat is gewoon letterlijk een dodemanspaas wat je krijgt. Je krijgt een directe paas recht op je bakken. Dus je kan helemaal nergens naartoe. En dan ook nog een goal van Zagreb. Oké, Zagreb toch met een away goal. Dat maakt de tweede wedstrijd een stuk moeilijker. Als je twee wedstrijden hebt, volgens mij wel. Ja, zeker. Dat gaat de tweede wedstrijd een stuk moeilijker maken. Want Zagreb scoort in de laatste minuten. Of wij scoren gewoon away. Dat kan natuurlijk ook. Maar die 2-1, dat is een stuk minder comfortabel. Een heel stuk minder comfortabel. Maar Midtjylland wint wel met 2-1 van Dynamo Zagreb. En dat is geen Nien Kemper goal in de Champions League. Maar wel een assist. We hebben minder balbezit, meer schoten. Nien Kemper heeft weer een 7,5 samen met Duelund. Dus daar ben ik heel blij mee. Want 7,5 terwijl je in supervorm bent, is amazing. PSV verliest met 4-2 van Tottenham. Gent 0-0 tegen de Rangers. Valencia 1-0 tegen Basel. Roma 1-0 tegen Porto. Oké. 2 appearances, 2 assists. We maken geen goals meer. Maar wat wel omhoog gaat, is de explosive power weer. De finishing weer, de jumping weer, de ball control weer. En mijn snelheid, mijn topspeed is naar 80 gegaan. En dat is toch wel heel erg chill. Ook zien we wie er uiteindelijk weer geselecteerd is voor het Nederlands elftal. Hier wil ik het liefst even niet meer aan denken. Ook al mag ik mijn country representen. En dan gaan we uiteindelijk weer naar L-League.
de Superliga. Tegen de beste tegenstander die er maar te vinden valt. Dus dat is amazing dat we daar tegen kunnen spelen. Het is tegen Kopenhagen. En Fischer heeft er al 3 in liggen. Unbelievable. We gaan even kijken naar de betting. 5 mensen zeiden dat we zouden winnen. Dus 5 mensen die krijgen hier ook boom, een reward. Nice. Wat gaat deze worden? Je hebt een minuut. Je hebt een minuut. Nien Kemper nu 75 overal nog steeds. Ook al gaan al die stats. Mijn hexagon begint een beetje een vormpje te krijgen. Vooral omdat ik veel met schieten bezig ben. Vind ik dat heel erg leuk. En ik zit nu op 80 speed, 83 explosive power. Uiteindelijk ga ik het switchen naar veel meer fysiek. Want ik wil echt mijn fysiek omhoog doen. Alright, Midtjylland-Kopenhagen is een moeilijke, want Kopenhagen die is dus nummer 1 geworden. Wij waren nummer 2 met Midtjylland vorige seizoen. Maar hey, we verloren ook van Kopenhagen, maar wie weet dat er nu wat anders kan gaan gebeuren. Hebben jullie vertrouwen erin dat we dit keer boven Kopenhagen gaan staan? De beste ploeg in de Superliga. Jullie hebben er zeker vertrouwen in. Want met nog 10 seconden te gaan hebben 5 mensen win gezegd, 0 mensen verlies en 2 mensen gelijk. Wow. That's cool. Okosin loeft naar Kopenhagen. Heb je al gehoord dat tijdens Nederland-Duitsland de scheids in de rug te horen kreeg dat zijn moeder was overleden? Ja, vet zielig. Hij barstte meteen in tranen uit. Dan heb je de hele tweede helft gefloten met dat idee in je hoofd. Wel professioneel, maar poeh. Dat lijkt me een hel. Om nog goed te fungeren. Meteen een goed voorzetje. En meteen een goal. Kopenhagen is something else. Het is Soteriu. En Soteriu die scoort echt fantastisch. Ja, dat is niet... niks meer aan te doen hier. Soteriu, jongen. Geweldig van Iwobi. Echt super steady. Nummer 22. Weer terug naar Iwobi. Hij komt voor. Hij wordt uiteindelijk toch weggehaald. Maar Soteriu staat er ook. En ja, zo staan er heel veel mensen bij Kopenhagen. Dus dat is echt easy come, easy go. Meteen een bal naar Nienkeber. Dat ging niet zo lekker. Maar hier is Nienkeber ertussen. Wat een collision. Nien Kemper gecollied. Daar gaan we weer. Ja, het voetbal is nog steeds amazing hoor. Zelfs daar. Oh, alleen dan doe ik het echt kut gewoon. Gewoon kut. Come on, Nien Kemper. You can do this. Hey, thanks David. Oh man, ik heb zo'n immersive feeling. Omdat, ja, ik ben het gewoon. Kan jij even raten of je op mij liked? Ik weet niet of je hem hebt gezien ooit. Op Twitter voorbij zien komen. Of hij goed is gelukt. Iemand die heeft voor mij in 3D mij nagemaakt. Is hij een beetje gelukt? Ja? Ja, hij is best wel sick, hè? Maar daardoor voel ik me alleen maar meer emerged. Oh, dat hakkie! Oh, net niet! Come on, boys. Endoy. Ik wil echt tegen Kopenhagen winnen, maar Fischer, die al 3 goals op zijn naam heeft staan, gaat mogelijk nog 1 maken. Oeh. Kan je misschien een video maken met welke mods je speelt en hoe je ze downloadt? Kan ik op zich wel doen. Ja, zeker. Alleen, waar ik ze allemaal heb gedownload, dat weet ik niet meer. Want ik heb ze gewoon... Ja, ik zoek daarnaar. Dan had ik het even bij moeten houden eigenlijk, hè? Gewoon even linkjes bijhouden. Dat is niet zo clever. Kom op. Nien Kemper. Paasje naar de flank. Mabiel. Die heeft de snelheid. Zou die moeten hebben. Maar je hebt ook Boylissen. Die heeft ooit voor Ajax gespeeld, toch? Volgens mij wel. Nien Kemper kopt hem hierdoor. Oh, oh, oh. Goed balletje. Steekballetje terug. Okosin.
Wou die die helemaal daaronder bereiken? Dat is echt heel slim gezien van een computer dan. Oké. Ja, Endoy. Wat kan Kino doen? Seriously. En die Endoy is ook nog zo'n lange, sterke speler. Hij draait hier. Iemand wil hem er vanaf halen, maar hoe sterk is die kerel? Ik ga nu... Oh nee, dat kan ik niet zien. Oh man, dat is wel jammer dat je alleen maar een speler bent en geen manager. Je kan niet even veranderen. Je kan niet even zeggen, hey, doe dat. Of laten we even op hem een marking zetten. Laten we hem over de flank lopen. Nee, dat kan allemaal niet. Ik kan ook niet zien wat de statistieken zijn dan van de Oh, shit. Ja, Kopenhagen blijft gewoon een maatje te groot, hoor, volgens mij. Maar ik moet hier gewoon wel weer een goede prestatie leveren, want nu... Oké, nou, hallo. Team! Slapie! Dit lijkt Nederlands elftal wel, wat we net hebben gespeeld, het EK. Nee, dit is echt slapie. Dit is echt niet normaal. Come on. Ja, mooi. Mabiel. Okosen. Het is even weer rustig de ruimtes vinden. Ja, dat is alleen maar goed. Hoog balletje naar iemand die vrij staat. Dit is dan weer... Wat is dit? Ik weet dat je daar iemand wil bereiken, maar dat ziet er niet uit. Ik heb het gevoel dat Kopenhagen echt, ja, alles doet. We zijn helemaal niks vergeleken Kopenhagen. Hoog balletje hier, oh. Ik sta weer buiten spel, daarom staat er een dingetje bij mij. En nu gaat hij meteen naar mij toe. Ik stond geen buiten spel meer. Hier is Duelund. Oh, Mabiel. Nou, echt. Dat paasje was toch wel goed. De afkorting van Kopenhagen is fuck, ja. Ja, het is wel zo. Je hebt helemaal gelijk. En nu kan ik het gewoon niet meer unseen. Nienke hebben gevraagd om de bal. Oh my god, zelfs ik loop er gewoon langs. Nou, deze wedstrijd is er niks. Goed ertussen. Oké, nu veel ruimte. Ja, dat bedoel ik, veel ruimte. En in één keer voor. Ja, oké. Hoog balletje naar Nienkemper. Nienkemper kan hem bijna aannemen. Ik deed in één keer schieten, want ja, je weet maar nooit. Het is een beetje druk hier. Maar ook daar gaat het niet zo lekker. Nul mensen zeiden een verlies, hè? Nul mensen hebben gebed op een verlies. Oh god. En dus David Games ook, dankjewel voor de follow. Leuk dat je er even langs kwam, David. Gezellig. Oh my god. Come on. Tweede helft. Ja. Wacht, heb ik de wasted uitgezet? Die heb ik uitgezet. Ik voelde me echt even... Zoals wanneer je doodgaat bij GTA. De spelers van Midtjylland die gaan zelfs de bal gewoon zelf eruit lopen nu. Zijn we een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Oh, dit was mooi. Zijn we een soort van geïntimideerd door Keulen, hoor mij dan. Kopenhagen. Hoog balletje hier, wordt weggekopt. Het is wel precies het verkeerde moment, David. Het gaat echt voor geen meter meer. Het ging net zo goed. We zitten nu echt in een slechte streak hier. Wordt hij teruggelegd. Nou, schiet hem dan erin. Ik ga weg bij Denemarken als het zo doorgaat. Echt waar. Want dan heb ik dus niks meer aan Denemarken. Wij gingen naar Denemarken omdat dit team zo... Nou ja, ten eerste omdat we gewoon een ander team wouden dan Heerenveen in Friesland.
Maar het ging zo goed bij Denemarken. Halfjaartje gespeeld in Denemarken. Vet veel doelpunten gemaakt. Mijn statistieken gaan echt in rapvaart omhoog. Topscorer. Mocht op het EK beginnen voor het Nederlands elftal daardoor. Doordat ik het hier in Denemarken zo goed doe. Dit team dat speelt echt geweldig. De manager is goud. Soms dan heb je gewoon een team waar je fijn in speelt. En dan nu gaat het voor geen meter meer. Nu is het in één keer weg. Dit seizoen. Er is iets wat er is veranderd, jongens. Het speelt nog wel hetzelfde. Maar er is iets wat het niet meer zo effectief maakt. Ben ik dat dan? Ja, dat kan ook. Kan ook gewoon jezelf gaan blamen. Want ik kan ook niet effectief zijn. Ik maak geen doelpunten meer. Dat kan ook het verschil zijn. Oké, Okosen. Paasje. Doet hij goed. Okosen. Paast hem weer. Kan hij hem voorgeven? Hij doet hem even naar de flank. Kom nu dan. Een voorzet. Daar komt een voorzet. Niet naar mij. Maar het is wel een kopbal. En we hebben hem nog. Afval aan de bal. Dit is een mooi 1-2'tje, jongen. Oh, de pitbal. Doe dat. Ja. Oké, I'll take it. I'll take it. 2-1. Tadaa. Yes, jongens. We hebben een doelpunt gemaakt. Onze eerste. Dit seizoen. Het is wel een hele lelijke. Het was een afval aan de bal. Het ging een beetje pinballen daar in de verdediging van Kopenhagen. Maar we weten hem toch weer te scoren, hè? Hey, Ruud van Nistelrooy die had ook alleen maar vroeger doelpunten in de 16. En soms dan was het gewoon een bal die letterlijk een centimeter voor de lijn kreeg. En dan deed hij tik. Ja, het is ook een goede spits. Hij deed het wel. Hij was wel op het juiste punt. Op het juiste moment. Dit is eigenlijk gewoon een heel goed doelpunt. Ergens naar Engeland. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik zou de volgende stap wel naar Engeland willen. De Premier League, maar dat zeg je dan wel, wie zei dat? Dat zei Iltres Fini Thomas, dat zeg je dan wel Thomas. Maar als je naar Engeland gaat, dan is het fysiek wat sterker. En ik ben fysiek niet sterk, ik ben een sprietje. Ik ben een grassprietje. Oh man, slecht. Wat slecht gedribbeld door Nien Kemper. Door mezelf. Maar we beginnen wel te voetballen, merk je dat? Iedereen begint weer wat vertrouwen te hebben. En het is een voorzet, maar daar had ik wat meer naar boven moeten lopen. Goeie lage voorzet hoor, de ruimte was er. De ruimtes beginnen ook te vallen in één keer. Dus kunnen we nog een comeback maken? Kunnen we sowieso een puntje afsnoepen van FCK? Dat zou wel heel fijn zijn. Ja, mooi. Oh, het balletje is toch zo mooi. Hij gaat er net niet in. Het hoge balletje van Nien Kemper naar de nummer 22, Duelund. Het kopballetje was er ook, maar de keeper had hem door. Die had ook zomaar over de keeper heen kunnen gaan. En kijk hoe goed wij ineens verdedigen. Dit is de oude Michieland. Hoog balletje van Nien Kemper naar de flank. Ook goed. Balletje stuit op. Ja, ik vraag er maar om. Niet. Nee, ik vroeg er eigenlijk niet om, hoor. Ik wou erom vragen op een bepaald moment, maar ik vroeg er nog niet om. Hè. Goed balletje. 1-2'tje. Komt hij er doorheen? Ja, hij wou het proberen. Mabil, goed geprobeerd, maar dat was niet zo goed. Dat is ook weer jammer. Maar dat is die agressie van Keulen. En Doi. Goed! Kijk, wat gebeurt hier, joh? Ineens laten we het weer zien. Nien Kemper heeft ook de bal. Ja, oké. Ik word echt keihard. Ja, dat is mijn fysiek. Ik kan niet even een rondje draaien om een vrije man te vinden. Maar anders kon ik sowieso geen vrije man vinden. En die blijft binnen. Tuurlijk blijft die binnen. 82 minuten en hij blijft binnen. Zei ik weer Keulen? Ah! Waarom zeg ik Keulen? Het is Kopenhagen. FC Kopenhagen. Thompson. Ankeren. Thompson. Soteriu. Of ga naar Spanje. Spanje is wel minder fysiek. Oké. Nee, hij zit er niet. Hij gaat tegen de paal. Rensen breekt tegen de paal. Nien Kemper. Oké, ik mag blijven dribbelen. Nepschot. Maar had hij door?
Kan ik nu iemand bereiken? Daar. Hij geeft hem niet terug aan mij. Ah, ook weer net niet. Ga naar Rayo Vallecano, oh my god. Dat zou echt voor mij historisch zijn. Oh, ik probeerde de uitkapbeweging. Nou, Nien Kemper die heeft wel een goal gescoord, maar Kopenhagen had de eerste helft. Nu gaat het de tweede helft ineens weer wat fijner. Alhoewel dit toch nog steeds echt heel slecht is. En dat is het afgelopen 2-1. S. Nien Kemper. Daar is hij dan met zijn eerste goal. Maar Soterio en Endoy die maakt al heel snel 2-0. En Kopenhagen is het beste ploegje waar we dus niet van winnen. Jammer, weer niet gewonnen. Ik ga een aanvraag doen. Als ik een aanvraag zou doen, dan heb ik twee leagues waar ik graag zou willen zijn. Even een voting? Zullen we even een voting doen? Ik doe wel even een poll. Welke league? Als ik een aanvraag zou doen, dan is het of een league. Een team uit de Premier League. Of een team uit de La Liga. Welke zullen we doen? Even doen. Holy shit, even weer laggy as hell. Dat ga ik wel fixen hoor, die lag van die transition. Dat is even iets geks. Welke gaan we doen? Dat ga ik nu even vragen. Dus de poll is gestart. Oh ja, of ga ik Nantes weer proberen? Dat vind ik ook wel leuk. Maar dan heb je Salah. Oh, dan heb je Salah. En Salah is best wel heel erg goed. En als Salah in de spits staat en ik er niet, ja, dan word ik op linksvoor gezet de hele tijd of wat dan ook. Dat is ook weer niet de bedoeling. Als ik een transfer request ga doen, op welke zou jullie dan graag willen zien? Een La Liga Santander ploeg, oftewel met Barcelona en Real Madrid in de league? Of gaan wij naar Premier League een ploegje proberen? Het blijft bij proberen, hè? Want nu request ik letterlijk naar een ploeg. Heeft gelukkig geen gevolgen voor mijn rank in de ploeg die we op dit moment hebben. Maar mocht ik toch weer weg willen. Het gaat niet helemaal zoals ik had gehoopt meteen. Het speelde beter in de tweede helft van vorig seizoen. We kunnen altijd namelijk een leuk ploegje hier kiezen. Het probleem alleen is dat de meeste spelen nog veel slechter dan die ploeg waar ik nu mee speel. Echt 10 keer zo slecht. Dus dat is een beetje moeilijk. We gaan even kijken. Oké, dat is wel duidelijk. Doei. Dat is wel duidelijk. Een La Liga ploeg. Welke zou het dan zijn? Eentje met geen spitsen. Wow, deze heeft weinig spitsen. Malaga, daar heeft Ruud van Nistelrooy zelf nog gespeeld. Is Malaga er? Malaga bestaat niet. Die speelt niet in de La Liga. Een seizoentje Frankrijk pakken en daarna La Liga. Ja, Frankrijk, dat lijkt me ook leuk. Dat lijkt me ook heel leuk. Om in de league te spelen. Maar dan zou ik echt voor Nantes willen spelen. Lijkt me zo cool. Maar kijk die hoeveel spitsen die hebben. Hoe spelen zij nu? Ja, met een links voor en een rechts voor. Zij hebben die Limbombe. Die heeft blijkbaar zo goed gespeeld. Ze hebben ook Emiliano Salah. Dat is wel grappig. Batu, dankjewel voor het volgen. Ik kan ook heel goed kiezen voor Nice. Dan heb je... Nee. Dan heb je Balotelli. Dat wordt allemaal zo moeilijk. Die zoeken ook allemaal geen spitsen. Memphis Depay, die speelt hier. M. Diaz. Ik doe Lyon. Ik doe legit Lyon. Want die hebben geen spitsen. Die hebben legit geen spitsen. Hey, ladies and gentlemen, people. Het is bijna 10 uur. Ik kan helaas geen nieuwe wedstrijd spelen. Ik wil nog wel heel even napraten. Nog heel even. En dan gaan we er vandoor. Dan hebben we weer genoeg gestreamd voor vandaag. Hoe staat het met de playoffs nu? Kan je ook zien... Hè? Je ziet alleen gewoon dit. Oké. Dat is jammer. Ik dacht dat je dat dan kon zien. Je ziet ook wie tegen wie speelt. Dus wat lullig. Wat lullig. Laten we kijken naar teaminfo.
Laten we... willen we een team zien? En wat ze hebben. Wat hebben teams gekocht? Laten we nog even kijken. Ja, La Liga speelt... Malaga speelt in La Liga 1-2-3. Na 2 jaar heeft Arsenal Plea en Jackson Martinez gehaald. Zo te zien. Als je specifieke team wil zien hoe dat er nu uitziet na 2 jaar, bring it. Lijkt me ook wel echt even interessant. Wat? Kagawa bij Liverpool. Oh my god. Otamendi ook bij Liverpool. Van City. Oké. En James Rodriguez. Chelsea heeft... Even kijken. Danny Drinkwater. Nee, hadden ze al. Nou, Chelsea valt mee. Doet altijd hetzelfde. Coco Rin is gehaald door City. En Danilo. En Koulibaly speelt nu in de verdediging bij City. Oh my god. Oké. United. Wat heeft United? United die heeft Lindelöf, Bailly, Joao Cancelo. Oké. Van Inter, toch? En... ja, dat was dat. En dat dan hebben we heel veel Nederlandse ploegen. Laten we dan kijken bij Nederlandse ploegen. Ajax. Ajax heeft... bij Ajax moeten we ook even kijken naar hun rating. Dolberg is nu 23 jaar. Is al 82 overal. F. da Gama. Czerny. Tagliafico. Weber. En De Ligt. De Ligt nu 83 overal. Netjes. Blind minder. Eiting wordt gebruikt. Christensen. Wie hebben ze nog meer? Van de Beek. Neres. Frenkie de Jong heel erg omhoog. Die Schuurs gaat ook heerlijk snel. En ja, dat zijn ze. Nou, valt op zich wel mee. Feyenoord zag ik ook. Squadlistje van Feyenoord. Nee, dat hoeft niet. Feyenoord, heeft die nog iets raars? Sinisterra, Jurgensen, oké. Vilhena, Ayoub, oké. Nou, in Nederland lijkt het wel wat meer mee te vallen, maar dat klopt ook wel, hè? Dat klopt ook wel een beetje. Oh, Kanselen speelt nu bij Juve, natuurlijk. Ja, ik ben de demo gewend. Wat hebben we nog meer? PSV. Bij PSV, what the hell? Hoeveel mensen spelen er bij PSV, joh? Ook veel van hetzelfde, maar ze hebben wel wat aangekocht. Volgens mij. Not sure. Of ze hebben gewoon heel veel jonkies. Hamouma. Utrecht wil iemand zien. Alright, laten we eens kijken naar Utrecht. Utrecht. Wauw. Ja, Eredivisie, dat gebeurt niet zoveel. Dus laten we eens kijken naar... Barcelona. Leroy Sané bij Barcelona naast Lionel Messi en Ousmane Dembele. Oh my god, Casemiro speelt nu bij Barça. Die heeft de overloop gedaan van Real Madrid naar Barcelona. Rakitic, Perisic bij Barcelona. Wauw. Sommige spelers zoals Paco Alcacer, die speelden al in de basis hier. Omdat wij deze Become a Legend zijn begonnen voor de transfer update. Dus oude spelers spelen nog dan bijvoorbeeld weer bij Barcelona. Dan denk je, hey, speelt hij weer bij Barcelona? Nou, hij speelt dus... dan nog bij Barcelona. Omdat wij voor de transferperiode waren begonnen. Of nou ja, voordat de transfers doorkwamen. Bernardo Silva is naar Atletico gegaan. Lewandowski ook. Lewandowski is een Atletico Madrid speler. Oké. Waar speelt Cillessen nu? Speelt hij niet meer bij Barcelona? Oeh, nee. Jasper Cillessen is ergens anders naartoe gegaan. Dat is wel heel interesting. Ik weet niet waar naartoe, man. Besiktas misschien? Nee, Ryan Babel beziekt. Ryan Babel. Yes. Nou, ik zou niet weten waar die naartoe zou moeten gaan. Misschien naar Rusland is hij gegaan. Ik heb geen idee. Misschien naar Portugal? Nee, oké. Gabriel Jesus is naar Valencia gegaan. Is hij wel nog bij Barça? Zie ik het verkeerd? Dan zie ik het helemaal verkeerd. Oké. Oh ja, Jasper Cillessen is wel bij Barcelona. Wauw. Oké. Hey, thanks for watching iedereen. Was weer gezellig. Dan gaan we weer met de laggy animatie. Hey, thanks for watching iedereen. Het was weer super gezellig. Ik hoop dat jullie hebben genoten van weer deze nieuwe aflevering natuurlijk van de... ja, de Become a Legend. En...
We zullen zien naar welke club we gaan. Of dat we blijven natuurlijk. Want dit team is gewoon goed. Het is niet dat ik echt weg wil. Het is meer dat ik wil gaan kijken waar we naartoe zouden kunnen gaan. Want we zijn nog wel maar een half jaar in Denemarken. En dan gaan we de volgende keer gaan we weer verder kijken wat er gaat gebeuren. Hey, we zeggen weer goodbye. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Geniet nog van de rest van je week. Volgende keer weer een stream morgen of zo. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Bye bye. Bye bye.